Lang genoeg waaide steeds dezelfde wind door de media. Altijd vanuit dezelfde richting. Het werd tijd voor een ander geluid. Met humor, relativering en een scherpe blik schudde Robert Jensen de ingeslapen doctrine op. Een nieuwe frisse wind die het nodige stof deed opwaaien. Jij schrijft stukjes om kleine kinderen bang te maken dat er over 10 jaar niks meer is op deze planeet. Toen jij nog jong was, als er werd ingebroken. Ja. Wat voor mensen waren er? Ik zal je verklappen, in onze tijd werd er bijna niet ingebroken. Goeie tijden waren dat. Het opende veel mensen hun ogen om dingen anders te gaan zien. En ze voelden zich gesteund in wat ze al lang wisten. Maar nooit ergens hoorden. Tegen de stroom ingaan betekent onafhankelijk zijn. Daarbij hebben we jouw hulp hard nodig. Jij bent onderdeel van de verandering. En dus van de Jensen Show. Steun het echte geluid. Ga naar jensen.nl. Want zonder jou blijft alles hetzelfde. De aversie tegen kernenergie komt bij dezezelfde elite vandaan. Want die zagen in Amerika vanaf de jaren 60, 70, toen er heel veel kerncentrales in Amerika gebouwd werden, begonnen ze in te zien, wacht even, als kernenergie straks wereldwijd wordt ingevoerd, dan krijg je oneindige betaalbare stroom. Maar dan kan je ook echt een oneindige groeiende wereldbevolking krijgen. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen. Bijzonder gevaarlijke gast vandaag. Hele gevaarlijke gast, want het is namelijk zo'n doodenge climate change denier. Marcel Kok. Marcel, welkom. Ja. Super bad guy. De super bad guy. Climate change denier. Hangen ze dat toch steeds ook aan? Ja, hè? Dat wordt je toch nog steeds wel eens genoemd? Ja, klimaatcrimineel. Dus oh, crimineel? Klimaatcrimineel. Sargasso, de website Sargasso, die heeft me dit jaar in het zonnetje gezet. Als klimaatcrimineel. Ik heb zelfs even overwogen om een rechtszaak te beginnen voor het eerst van mijn leven. Oké. Dat het toch wel tegen smaad en laster aan zit. Ja. Maar uiteindelijk maar laten gaan. Het is ook dat zij denken dat zij weg kunnen komen met zeg maar alles maar aan jou te hangen. Omdat dat, ja, dat mag gewoon. Omdat jij bent fout en je zit aan de foute kant. Ja. Dan ja, mag je alles, hè? Klimaatontkenner was niet, dekte de lading niet langer. Nee, het is crimineel. Het is crimineel nu. Ja, nou ja, trouwens, laatst waren we dus met onze stichting Clintel. Waren we in het Europees Parlement. Ja, dat heb ik gezien. Daar wil ik al uitgebreid over hebben. Oh, maar okay. Nee, daar moeten we het zo echt over hebben. Want okay, ik vind okay, dat zo, okay, dat okay. Vond ik fantastisch. Maar toen werden we dus beschuldigd van future collective manslaughter. Dat is dus, vrij vertaald, toekomstige genocide. Ja. En dat, ja, ik, nou ja, af en toe ben je toch nog weer flabbergasted. Ik heb al aardig wat meegemaakt, maar ja. Af en toe dan denk je toch weer van, goh, deze had ik nog niet eerder meegemaakt. Oh, maar het, weet je, wij doen er lacherig over. Dat was een maar het is serieus, hè? Een parlementslid. Dat was een Europees parlementslid. Was dat die Duitse? Van de Liberals. Ja, dat was een Duitse, Irina van Wiesen, maar ze woont in Engeland. En zij was van de Liberals, dat is de fractie in het Europees Parlement waar ook VVD en D66 bij zitten. Is dat Liberal Democrat? Ja, Liberal Democrat. Ja. En die beschuldigde ons dus van future collective manslaughter. Waarom? Omdat wij vraagtekens plaatsen bij de klimaathysterie. Omdat wij zeggen van, goh, je zou er ook eens op een andere, op een optimistischere manier tegenaan kunnen exact, ja. En dan krijg je dus al dit soort idiote verwijten naar je hoofd geslingerd. Het is heel erg. Wij doen daar lacheren over. Maar het is. Ik zag echt een aantal jaren geleden. Zag ik het de kant op gaan. Een beetje in de laatste jaren van Obama. Zij waren echt bezig wettelijk vast te leggen dat je er niet meer tegenin mocht gaan. Hè? Dat climate change deniers, ja. Dat die echt gewoon crimineel vervolgd zouden kunnen worden. Al Gore die heeft zich hier letterlijk over uitgesproken. Ja. En ik denk dat het nu allemaal de goede kant op gaat. Maar het is nog steeds, je moet je afvragen, kunnen wij nog zo'n gesprek wat we vandaag gaan hebben, kan dat nog over 5 jaar? Als het
door was gegaan. Of zoals ze ingezet hadden. En laten we eerlijk zijn, binnen de EU, zoals het nog steeds loopt. Ja. Ik denk het wel. Ik denk dat het zo'n vaart niet zal lopen. Maar ik denk wel dat het... Ik heb het gevoel dat we een soort van de finale ingaan. Want kijk, tot nu toe, we zitten al 20, 25 jaar, wordt er gebabbeld over het klimaat. Maar het was vooral babbelen. Ja. En nu krijg je dus, de Europese Unie heeft nu dus de klimaatwet gaan ze invoeren. Hè. Dat wordt vooruitkijkend al naar 2020. In maart moet de Europese klimaatwet er liggen. En in 2050 moet nu heel Europa klimaatneutraal zijn. Ja. Hè. Dus geen CO2-uitstoot meer in heel Europa. En dat willen ze ook weer wettelijk vastleggen. Net zoals Nederland dat wettelijk vastgelegd heeft. En nu begint het dus echt serious business te worden. Want nu wordt het echt de dood of de gladiolen. Kan dat? Gaat het gebeuren? Wat is die deadline volgend jaar? Hebben ze een datum geprikt dat het zeg maar, dat er moet liggen? Die wet? Ja. Ja, dat weet ik niet precies. Ik ken al die procedures in Brussel niet. Maar ik heb gehoord dat nu eind februari ligt er een concept wettekst. Nou, dan gaan ze daar in maart over. De rest van het jaar zal er wel over gebakkeleid worden. He, er wordt nu ook heel veel gebakkeleid of kernenergie wel of niet mag meedoen. Ja, ja, ja. He, dat soort dingen. Want ja, voor die Fransen en voor andere Oost-Europese landen. Die hebben zoiets van ja, CO2, nul CO2. Als we dat al willen, dan zullen we wel ook kernenergie moeten doen. Ja. He, dus daarover wordt nog heel erg gesteggeld. Maar let op mijn woorden. In die wet komen allemaal van die kleine zinnetjes waarin echt vrijheid van meningsuiting, ze zullen weer proberen het in te perken. Ze doen het altijd, ook met dat Marrakesh-pact. Weet je wel, waar echt staat dat de media gedwongen moet worden en moet zich committeren aan het zich positief uitlaten over de positieve ontwikkelingen van van immigratie. Ja. Het staat erin. Ja. En dat is op alle vlakken, hoe je het ook, voor welke kant ook. En journalisten slapen, hè, die hebben het allemaal niet door. Maar het staat erin. Ja. En ik vrees ook echt dat dit over het klimaat, dat ze toch gaan proberen. Zeker. Ja, want onlangs was er dus ook een, voor die klimaattop in Madrid. Ja. Was er ook een hele Europese waslijst van agenda, of een resolutie was dat geloof ik. Ja. En daar stond echt in puntje 56 stond van... Nuclear energy is not sustainable. Dus kernenergie is niet duurzaam. Ja. En we pleiten ervoor dat het Europa-wijd wordt uitgefaseerd. Dus niet alleen Duitsland, maar nu gewoon heel Europa moet stoppen met kernenergie. En dat gebeurt in dezelfde tekst waarin staat dat er een klimaat noodtoestand is. Dat is de Europese parlement heeft ingestemd met dat er een klimaat noodtoestand is. Hoe belachelijk kan je het maken? Ze douwen het er altijd doorheen in dat soort documenten. Ja, maar dan wilden ze ook nog zeggen dat kernenergie... Ja, dat hebben ze maar dus... Maar ze timmeren het dicht op zo'n manier. Dat hebben ze dus met een amendement kunnen verijdelen. Oh, okay. Dus de conservatieve fractie heeft een amendement ingediend. En dat heeft wel net een meerderheid gehaald. Ja. Tot ergernis van de Groenen, want die hadden daarvoor gestemd. En er was één man, dat was heel interessant. Wij hadden dus een sessie in het Europees Parlement rond onze... Climate Declaration. Wij hebben nu met Clintel hebben een Climate Declaration waarin wij zeggen, nou daar heb je het. There is no climate emergency. Dat is onze boodschap. Nou, de Europese Unie zegt dus nu precies het tegenovergestelde. Zij zeggen dus nu letterlijk, there is a climate emergency. En dat heeft een meerderheid gehaald in het Europees Parlement. Dus het heeft een meerderheid gehaald. Dus wat is dat dan nu? Dan is dat nu zeg maar feit. Nou ja, niet een feit, maar, bij de volgende Europese verkiezingen zullen mensen dus achter de oren moeten krabben van goh, ben ik het daarmee eens? Of heb ik misschien de vorige keer op de verkeerde partij gestemd? Ja. Dat moet je je dus nu gaan afvragen. Maar zolang dat soort stemmen dus de meerderheid halen in het Europese parlement, moeten we ons echt zorgen gaan maken. Heel erg zorgen. Dan gaat het echt Daarom is het ook erg dat Nederlanders niet stemmen bij die verkiezingen, die Europese verkiezingen. Het is altijd dat soort partijen die veel groter worden en zoveel macht hebben daar dan dat ze daadwerkelijk in het land zijn. Dus die Partij van de Arbeid, GroenLinks, altijd groter in dat... Maar ik moet eerlijk zeggen, ik ben sowieso nooit zo politiek geëngageerd geweest. Maar ik heb me nooit zo gerealiseerd hoeveel wetgeving er al uit Brussel komt. Het is nu geloof ik iets van 85% of 90%. Ja. Dus 90% van onze... wetgeving die we in Nederland hebben, die komt in feite al uit Brussel. Ja. En als je ook terugkijkt naar het klimaat en het energiebeleid, bijvoorbeeld in 2009 is er in Brussel een wet aangenomen die zegt,
Nederland moet 14% duurzame energie opwekken of gebruiken in 2020. Nou, dat is een wet. Die is daarna doorgevoerd in Den Haag. En dat is de reden dat wij nu massaal windmolenparken, zonneparken, windmolens op land, weet ik wat, al die dingen, biomassa, hè, de hele biomassa toestand. Die reden is die wet uit 2009 in Europa. Ik ben teruggegaan naar de krantenarchieven van, goh, wat werd er over geschreven in de Nederlandse kranten? De Volkskrant, de NRC, Trouw, al die kwaliteitskranten. Niets. Nada, niente, niks. Gewoon helemaal niets. Gewoon niets. Dus weet je, de Nederlandse kranten zitten toch vaak nog heel erg te kijken naar wat er in Den Haag gebeurt. Ja. Terwijl, ja, wat echt van belang is, gebeurt gewoon nu in Brussel. Dus eigenlijk zou die hele pers, ik bedoel, het gros van de journalisten zou gewoon naar Brussel moeten verhuizen. En ik zelf eigenlijk ook. Ik zou nu ook naar Brussel moeten verhuizen en moeten kijken van wat gebeurt daar. Want het is een schimmenspel. En het is een acteerstukje dat Rutte er voor ons is. Dat is niet meer zo. Het is allemaal Brussel. Als hij praat over... Wij hebben geen leiders meer in Nederland. Ze doen net alsof ze er voor ons zijn als het hun uitkomt. Hè? En als het voor een verhaal nodig is. Ja. Maar uiteindelijk is het allemaal... Als je ze gaat aanspreken erop, zeggen ze... Nee, maar dat is omdat in Europa... We zijn part of Europe, dus daar moeten we ons aan houden. Ja. Maar ik had me nooit zo gerealiseerd, maar door er zo in te zitten, zie je het opeens. En dan is het dan niet doodeng eigenlijk? Ja, ik vind het wel. Ik vind het geen goede ontwikkeling. Laat ik eens teruggaan in de tijd. Ik had vroeger een Moet je een glas champagne overigens? Oh, heerlijk. Dat lijkt me lekker. Even voor het eind van het jaar. Ja, zeker. Ja, we beginnen meteen te praten. Ik zweer het je. Dat is precies zoals ik het gehoopt had dat het zou gaan. Want ik wil zoveel bespreken. Nou ja, maar dat gaat vanzelf wel. Het is zoveel aan de hand. Maar continue. Proost. Nou, ik had dus een... cheers. Ik had een van mijn beste vrienden die ik van de middelbare school ken. Ja? Zijn vader was hoogleraar recht, internationaal recht, nautisch recht, dus zeerecht. Ja. En hij was hier aan de UvA in Amsterdam. En hij was heel links georiënteerd, hè, zou je kunnen zeggen. Maar hij kwam al in de jaren, hij is al lang overleden, maar hij kwam al, dus toen ik bij hun thuis kwam, dat was dus de jaren 80 dat ik op de middelbare school zat, toen maakte hij zich al heel erg zorgen over eigenlijk het afkalven van de democratie. En hij zag dus toen al dat steeds meer dingen besloten werden in achterkamertjes in Brussel. Toen al, hè, de jaren 80. En ik was nogmaals, ik was toen helemaal niet politiek geëngageerd en allemaal dat soort dingen. Maar ik kwam daar wel en ik vond het heel interessant milieu waar die vriend van mij, zeg maar zijn ouders, zijn moeder was kunstenares. Mm-hmm. Een van de eerste kunstenaressen in Nederland die een prijs heeft gewonnen. En zijn vader was dus hoogleraar en het was een heel intellectueel milieu. Dus ik zat wel echt met gespitste oortjes te luisteren daar aan de eettafel, zeg maar. En dat is me altijd bijgebleven dat hij zich toen al zorgen maakte over... De democratie komt steeds verder van ons af te staan. En in de achterkamertjes in Brussel, waar vaak geen notulen werden gemaakt, daar werden dingen besloten. En hij maakte zich daar toen al zorgen om. Er zijn inderdaad mensen die zagen het al een hele lange tijd geleden allemaal aankomen. En ik denk dat de meeste Nederlanders en de meeste mensen in Europa, die worden nu, anno 2019, pas echt wakker. Hoe erg het is. Zou kunnen, ja. Ik denk het echt. Ja, maar ik denk ook dat nog steeds... Ik bedoel, als ik niet toevallig met dit onderwerp zo intensief bezig hield... Was ik waarschijnlijk ook nog in slaap. Ik bedoel, Wat is dat? Maar het is ook gewoon... Het is ons overkomen, hè? Ik weet nog, weet je, dat je opeens de euro kreeg je uit de pinautomaat. Maar ja, ik was toen ook... Ik was, weet ik wel, in de 20. Ik begon succesvol te worden in mijn werk. Ik denk, nou, ik kijk wel even hoe dit allemaal gaat en hoe dit allemaal loopt. Maar het is natuurlijk een plan wat al tientallen jaren geleden, als het niet te 70, 80 jaar geleden, is verzonnen. En we zitten nu midden in die uitrol en eigenlijk in de laatste fase van dat landen niet meer bestaan. En dat er een soort van centrale macht is die alles aanstuurt. En dat is doodeng, want we weten niet eens wie die mensen zijn. En we stemmen, we kiezen ook niet voor deze mensen. Nee, dat is... 90-95% van alle wetten worden al in Brussel gemaakt. Ja. Of in Straatsburg. Ja. Ja, dat is... Ik had in mijn eerste uitzending, toen ik die talkshow, de laatste talkshow deed...
Dit was Nigel Farage van de Brexit in Engeland. En ik was ik zag een glunderende foto van hem vanwege de verkiezingsuitslag. De glorieuze verkiezingsuitslag. Cheers, Nigel. Congratulations. Dat heeft hij toch slim gedaan. Maar wat hij zei in die show, dat is me altijd bijgebleven. Dat vond ik mooi. Hij zegt, wat jullie in Nederland, jullie hebben nooit een discussie kunnen voeren erover. Het is eigenlijk gewoon, ik bedoel, er is een keer een referendum geweest. Nou, toen zijn we tegengestemd. Nederlanders wilden niet in de EU, wilden niet mee. Maar ze hebben het toch gedaan. Maar er is nooit die discussie geweest, echt over Europa. Willen we het? Wat doet dit? Is dit goed? Is dit waar we naartoe willen? Ja. En ik heb zo langzamerhand, heb ik een maar nu willen de meeste Nederlanders willen er niet uit. Weet je niet? Nee. Hoe weten we dat? Hebben we, ten eerste, die discussie moet je eerst eens voeren. En iedereen gaat maar net en niemand wil erover praten. Ik denk als je bij de NPO begint over een Nexit of zo, dan kappen ze het meteen af. Ja. Dus er wordt wederom, net zoals dit, waar wij het zo natuurlijk uitgebreid over hebben, die climate change of een ander geluid. Er wordt niet over gesproken, dus je weet ook niet hoe mensen hierover denken. Hetzelfde met die verkiezingsuitslag in Engeland. We zijn toch de afgelopen 3 jaar door de media iedere dag verteld dat de Engelsen spijt hebben van Brexit. Ja. Iedere dag heeft de BBC ons overspoeld. Ja. Met, ach, iedereen is, weet je wel, ze zien nu hoe erg het allemaal is. En hoe moeilijk het allemaal wordt. En iedereen heeft spijt van die Brexit-stem. Dan komt er een keer een verkiezing. En dan is het toch een sterkere uitslag dan bij het originele referendum. Dus meer mensen zijn in Brexit gelopen. Maar had jij dat geloofd als je de media had gevolgd? Nee. En hoe weten we dat dan van Nexit? Nee, je hebt zeker een punt. Het is ook echt iets, denk ik, de belangrijkste referendumonderwerp, denk ik. De euro of een Nexit of gewoon uit de euro stappen bijvoorbeeld. Dat zou echt een belangrijk referendumonderwerp moeten zijn eigenlijk. Ja, dus, maar ook wat jij net zegt. Dat mensen, als mensen weten, 90-35% van alles wordt besloten in Brussel. Hè, wat? En je gaat daar eens wat langer over praten. Ik denk dat mensen heel snel zeggen, hey, dit klopt niet. Ja. Ja, het is heel interessant. Ja, weet je, weet dat ik heb ook wel geregeld contact gehad met Thierry Baudet de afgelopen jaren. Dat wordt me soms natuurlijk ook verweten. Ja, ik weet het. Maar Thierry, dat zijn diezelfde mensen die je voorliegen over. Nodigde mij al in 2011 nodigde hij mij uit. Toen had hij een leesclub hier in Amsterdam. Winfried heette dat. En daar nodigde hij me toen al uit om over mijn boek De Staat van het Klimaat te komen praten. Ja. En sindsdien hebben we altijd heel goed contact gehad. En hij had meteen een enorme interesse in dit onderwerp. En ook toen hij de Kamer inging, toen zei hij, ik vind klimaat misschien wel een van de belangrijkste onderwerpen. Omdat hij gewoon heel goed aanvoelt dat dat heel veel zegt over, ook over de tijdgeest. Hè? Van hoe we met dit soort dingen omgaan. Namelijk een soort van hysterie creëren over dingen die eigenlijk helemaal niet zo relevant of helemaal niet zo belangrijk zijn. Hè? Dus we blazen iets wat onbelangrijk is, blazen we op tot enorme proporties. Ja. Vermoedelijk om het te laten afleiden van de dingen die er werkelijk toe gaan. Hè? Dat is dingen als de euro, gewoon het financiële systeem in zijn algemeenheid, immigratie. Allemaal dat soort wezenlijk echt enorme dingen die echt enorme impact hebben. En klimaat is echt een minor issue eigenlijk, maar dat wordt enorm opgeblazen. En nou ja, goed, ik heb vorig jaar heb ik met Thierry, met Forum voor Democratie, hebben we een winterschool georganiseerd. Een winterschool, dat doet hij met jonge mensen. Dus gaat hij met jonge mensen, gaat hij 3 dagen in een kasteel zitten. En hebben we 3 dagen lang hebben we allemaal colleges en workshops gegeven over klimaat en de energietransitie. Hè? Dus heel interessant. Maar hij nodigt ook altijd Joshua Mitchell uit. En Joshua Mitchell is een hoogleraar politieke filosofie in Amerika. En die is gespecialiseerd in Alexis de Tocqueville. Dat is een Franse filosoof uit 19e eeuw. Ik had er echt nog nooit van gehoord, moet ik eerlijk bekennen. Ik wel. Zo'n dikke pil geschreven. Dat boek heet Democracy in America. En als je van één boek moet zeggen dat het Thierry's Bijbel is, dan zou het dat boek moeten zijn. Dus hij bombardeert al zijn cursisten, bombardeert hij met dat boek. Iedereen moet het lezen. Het is 1000 bladzijden. Er is gelukkig een Nederlandse vertaling. Maar die man, die Tocqueville, zijn hele familie was uitgemoord. Ja, we maken even een uitstapje. Maar dit is goed. Zijn hele familie was uitgemoord in de Franse Revolutie. Hij was een Franse aristocraat. Tocqueville die groeit dus op met die kennis. En in Nederland en in Amerika begint de democratie op te komen. En hij gaat dus als jongeman een jaar naar Amerika in 1825 of zo. Om te kijken hoe die democratie nou werkt.
En na een jaar daar gereisd hebben, komt hij terug, werkt hij 5 jaar aan dat boek. En dat boek heet dus Democracy in America. En wat zegt hij nou eigenlijk in dat boek? Hij zegt democratie kan werken, maar alleen als je het dicht bij de mensen houdt. Dus op wijkniveau, op dorpsniveau, op dat soort dingen. Directe invloed van de mensen. En veel van de, in mijn optiek, veel van de ideeën van Thierry, die vaak worden verafschuwd, die komen juist daar vandaan. Bijvoorbeeld pleiten voor een gekozen burgemeester. Ja. Dat is Tocqueville, Democracy in America. Pleiten voor een referendum. Dat is Tocqueville, Democracy in America. En het mooie van het boek is dat hij ziet in feite al aankomen hoe het ook fout kan gaan met de democratie. Hoe? Namelijk dat de democratie te ver bij de mensen vandaan komt te staan en dat die gaat leiden tot al maar uitdijende bureaucratie. Decentralisatie, open grenzen. En dat is dus precies wat er is gebeurd. Ja. Dus in dat opzicht is het echt een geniaal boek dat die man in 1830 na 1 jaar door Amerika reizen gewoon beschrijft, democratie kan werken, maar het kan ook niet werken. Het kan ook verkeerd gaan. Nou, en in feite wat we zien gebeuren met de Verenigde Naties, met de Europese Unie, Europese staat, is steeds grotere de bureaucratie en de democratie die steeds verder bij de mensen vandaan komt te staan. En je weet ook niet meer wie er aan de touwtjes trekt. Ja, dat is een logisch gevolg daarvan. En dat vind ik het meest briljante van de mensen die aan de touwtjes trekken. Die hebben dat weten te creëren. Die hebben het systeem en democratieën zo bespeeld. Ja. Dat we daarop uitgekomen zijn. Ja. Ik heb me veel afgevraagd van wat is nou echt die spanning die je voelt anno 2019 in de westerse wereld? Wat is dat nou? Dat Trump-ding, weet je, die krijgt zo'n tegenwerking. Brexit, 3,5 jaar, zo'n tegenwerking. Daarom vind ik het zo mooi als dan zo'n verkiezing er is. Dan gebeurt dus het tegenovergestelde van wat je verteld wordt door de media en door de establishment, de elite. Maar het ding is, omdat deze twee dingen gaan zo tegen in wat jij net omschrijft, wat er gebeurt. Weet je, verder weg bij mensen. Geen grenzen, geen landen, geen identiteit. Trump staat voor America First. Ja. Dit is niet zoals die gasten het willen. En het feestje was lekker aan de gang. Het ging precies zoals zij wilden. Ja. Net zoals met Brexit. EU is een prototype van hoe het moet werken. Weg de macht bij de... wordt ergens centraal geleid. Heel makkelijk hoef je maar op 1 punt moet je de controle hebben. En je hebt al die landen onder je. En dit is de spanning waar we in zitten. Omdat iedereen begint langzaam te voelen. En je hebt nu een aantal politieke leiders. Die zeggen van nee, dit werkt niet. Zoals die vent het al in 1800. Die Fransman zag aankomen. Ja. Fascinerend. Ja, zeker. Geniaal boek. Ik moet het nog helemaal lezen trouwens. Ja. Maar voel jij het ook dat deze tijd zo is van... er is iets aan de hand? Ah, ik vind het heel moeilijk. Ja? Ik vind het heel moeilijk. Nogmaals, omdat ik eigenlijk... Ik heb grote delen van mijn leven heb ik gewoon een beetje afzijdig gehouden van al dat soort dingen. Ik ben ook nooit een activist geweest in de zin van... Ik heb nog nooit in mijn leven gedemonstreerd of zo, weet je. Ja. Mensen vragen dan, ja, maar ging je niet de barricade op tegen de kernwapens en al dat soort dingen? Ik kom ook helemaal niet uit zo'n geëngageerd milieu. Gewoon van, ja, weet je, gewoon nuchter Hollanders. Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. En, het valt allemaal wel mee. Het komt allemaal wel goed. Het gaat, doe maar gewoon je best en dan komt het allemaal wel, weet je. Dan, dus ik ben eigenlijk met al dat soort dingen nooit zo bezig geweest. Ik begin eigenlijk nu pas een beetje te ontwaken, zou je kunnen zeggen. Dus. Dit bewijst mijn punt dat iedereen nu eindelijk wakker aan het worden is. Omdat, ja, ik heb het wel al een tijd... Woedend. Dan komen we op jouw ding. Ik ben, dat weet je, dat we lachen dat als je bij mij in de show bent en die saaie mainstream media, dan moet het altijd kort. Maar ik kan me nooit echt inhouden, want ik ben hier woedend over hoe we voorgelogen worden over dat klimaat. Hè? Ja. Ja, jij ik denk dat jij hetzelfde hebt, maar je benadert het natuurlijk op een andere manier. Maar ik ben, toen ik ooit 18 was en ik las Time Magazine en ik las daar dat die ozonlaag zo dun was en dat rond de eeuwwisseling in Australië, in Sydney, kon je alleen maar over straat lopen in een ruimtepak. Ja. Ik schrok me helemaal de tering, om het maar zo te zeggen. Ja. Ik was echt bang. En ook snel kwam ik erachter, omdat dat moment ga je onderzoeken van hoe zit het. En dan een aantal jaren later zie je dat er niks van uitkomt. Ja. En al die patronen heb ik daarna gezien met of het nou zure regen is of weet ik wat allemaal. En we zitten nu in de meest krankzinnige fase met die climate crisis. En dan die stikstofcrisis, daar hebben we het zomaar over.
Maar ik vind, als je dit exposed, en heel veel mensen gaan dit nu ook zien. Als je dit exposed, dan zie je hoe je voorgelogen wordt. Wat was met jou het moment van dat klimaat? Was dat ook een punt? Of? Nou ja, kijk, ik was wetenschapsjournalist. Ik ben wetenschapsjournalist. En ik werkte bij een populair wetenschappelijk maandblad. Dat heette Natuur, Wetenschap en Techniek. Vroeger heette dat Natuur en Techniek. De oudere kijkers die kunnen zich dat misschien herinneren. Natuur en Techniek heette dat. Het klinkt echt als een schoolprofiel. Alsof je zo de eerste Walkman ook maar het was heel populair. Dat heeft een oplage gehaald van 55.000 abonnees. Wow. En dat werd namelijk via de scholen, via de natuurkundeleraar en de wiskundeleraar en de scheikundeleraar, werd dat onder de VWO-leerlingen werd dat zeg maar gepromoot. Ja. En een heleboel leerlingen namen abonnementen. Sommige mensen hebben dat hun leven lang gehouden. Maar goed, ik werkte daar dus als journalist. Ik schreef over van alles en nog wat. Botsende sterrenstelsels, biodiversiteit, medicijnenontwikkeling, weet ik wat allemaal gedaan. Hè. En toen op een gegeven moment zei mijn hoofdredacteur, ja, er is gedoe over een of andere hockeystick. Kijk jij er eens naar. En ik had echt serieus nog nooit over klimaatverandering geschreven. Dus nooit echt over het klimaatdebat. Ja, wel over duurzaamheid en energiebesparing en allemaal dat soort dingen. Maar die hockeystick was nog na de ozonlaag en zo. Hè? De hockeystick dateert van 98. Ja, dus dat is na de scare van de ozonlaag. Ja. Die ozonlaag. En werd heel erg overigens een goede vriend van mij die bij het KNMI werkt. Die heeft veel onderzoek gedaan naar het gat in de ozonlaag. Het gat in de ozonlaag was echt. Alleen de hysterie eromheen van iedereen gaat huidkanker krijgen en allemaal dat soort dingen. Exact, dat was weer niet echt. Exact. Hè? Ja. Dus, maar dat er een gat in de ozonlaag was, was wel een gegeven. Ja. Maar dat zit vooral boven de Zuidpool. Ja, maar er is een crisis omheen wederom verzonnen. Ja, iedere keer doorloopt het dezelfde patroon. Hè? Dus er moet een scare gemaakt worden. Want alleen dan krijg je dingen op de agenda. Ja. Hè? Ja. En dan daarna blijkt. Denk aan zure regen. Alle bomen, alle bossen zouden doodgaan. Nou ja, bleek ook gewoon ook way out of proportions te zijn. Hey, maar even voor de mensen die niet weten wat die hockeystick-theorie was. Dat is die man die zei dat de stijging van de temperatuur, dat zag je echt zo'n grafiek. En dan ging het zeg maar, ging altijd zo, eeuwenlang. En dan de laatste paar jaren ging het helemaal omhoog. Ja. En dat was daarom heet het ook zo'n hockeystick-theorie. Ja, precies. Dat was vanaf. Het grafiek liep van jaar 1000 tot 2000 en 900 jaar lang was het inderdaad min of meer stabiel. Sorry, ik had gewoon niet serieus. En toen, vanaf 1900 ging die grafiek stijl omhoog. En je had dus twee. Lang verhaal kort. Ik moest daar dus induiken. En je gaat gewoon je interviews doen. Maar er waren twee Canadezen. McIntyre en McKittrick. Ja. En die hadden 2 jaar lang hadden ze echt geprobeerd om die grafiek te reproduceren. Gewoon heel bazaal werk van kunnen we dat nou nadoen op basis van de data en de statistiek. En dat lukte ze maar niet. En na 2 jaar waren ze er eigenlijk achter wat er mis was met die grafiek. Er was heel wat mis. Zowel met de data als met de statistiek. En zij hadden dat geprobeerd te publiceren, maar was niet gelukt. Een tijdschrift Nature had het afgewezen. En toen waren ze zo annoyed daarover, geïrriteerd daarover, dat ze hun hele werk, al hun kritiek hadden ze op hun website gezet. Dus ja, ik ging dat als journalist, helemaal nieuw in het onderwerp, ik ging dat braaf lezen, maar het is natuurlijk heel moeilijk te duiden. Het is helemaal technisch allemaal. Dus ik vroeg in Nederland bij het KNMI en bij de VU en ik vroeg aan iedereen, wat vinden jullie van die kritiek van die Canadezen? Ja, dat moet je niet serieus nemen. Ja, het is maar een website. Het zijn buitenstaanders en het is afgewezen door Nature. Ja, afgewezen door Nature. Enzovoort. Ja. Uiteindelijk, dankzij diezelfde goede vriend van mij, van mijn middelbare school, die deed een PhD, die promoveerde in Hamburg. Mm-hmm. En in Hamburg zat een Duitse professor, die had ook wel kritiek op die hockeystick. Ik dacht, nou weet je, laat ik het nuttige met het aangename verenigen. Ja. Ik pak de trein naar Hamburg, duurzaam als ik ben. En ik ga praten met die Duitse professor en kan ik meteen die vriend van mij opzoeken. Dus nou, ik ging daarheen. En die professor zei tegen mij, die kritiek van die Canadezen had gepubliceerd moeten worden door Nature, wat mij betreft. Ik dacht, nou, als hij dat zegt, gerenommeerd iemand, dan ga ik ze gewoon bellen. Dus ik heb een afspraak gemaakt met die Canadezen. En ik heb 3 uur met die man in Toronto, McIntyre, aan de telefoon gezeten. En toen kwam dat hele verhaal eruit. En ik dacht, bloody hell, wat een verhaal is dit. Ja. Ja. Dit was niet normaal. Het was echt, ik zei tegen mijn hoofdredacteur, nou, dit is echt een mega story.
Maar we moeten nog wel wachten totdat zij het gepubliceerd hebben. En we moeten het verhaal rondkrijgen. En toen heb ik nog een statisticus in Leuven erbij gehaald. En ik heb gezegd van, nou, zou jij willen kijken naar dat oorspronkelijke artikel en dat nieuwe artikel, of die kritiek terecht is. En zij bevestigde, die kritiek van die Canadees is volledig terecht, enzovoort, enzovoort. Dus toen heb ik daar 2 maanden fulltime aan gewerkt, aan dat ene verhaal. Allereerste artikel ooit. Bang, kwam ik met een primeur, want die Canadezen gaven mij de primeur. Want ik was ook de eerste journalist in de wereld die echt dit wilde optekenen. Dus zij gaven mij ook de primeur. Maar ik had dus in 1 keer had ik dus een wereldprimeur. Ja. En wat er toen gebeurde was heel interessant. Enerzijds kreeg ik een prijs voor wetenschapsjournalistiek. Dus ik kreeg wel waardering voor het verhaal. Maar anderzijds begon KNMI en collega's en, oh, Marcel Krok is een klimaatskepticus. En ik, wacht even, ik heb 2 maanden onderzoek gedaan. Dit zijn mijn bevindingen. Toen dat artikel geplaatst werd, had dat impact? Het werd niet, zeg maar, weggeschoven. Nou, het was is, je hebt een scoop, een enorme scoop. Ja. En je denkt van, oké, dit is, zoals in Amerika zeggen, een bombshell. Ja. En wij wisten wel dat dit internationaal een bombshell was. Dus wij hadden zelf het artikel vertaald naar het Engels. Ja. We hadden het aangeboden aan een Canadese financiële dagblad. En die hebben dat oude krantenpagina, oude formaat, ja. Oude grote krantenpagina. 2 pagina's, het was een artikel van 5000 woorden, hebben ze integraal geplaatst in 2005, februari 2005. En dat betekende dus ook dat de internationale hockeystick community, zeg maar, de kliek van de wetenschappers die dit soort dingen deed, die konden ook mijn artikel meteen lezen. En achteraf is dat heel saillant. Want toen mijn artikel uitkwam, zei het KNMI opeens. Het KNMI zei in mijn artikel zoiets van, oh, nou, dit is een serieuze aangelegenheid. Ja, you bet. Ja, natuurlijk. En we gaan dit bespreken in Peking bij de volgende IPCC-bijeenkomst. Dat was een quoteje van het KNMI in mijn artikel. En toen wij uitkwamen met het artikel, zei het KNMI opeens, we zijn boos, we zijn onjuist geciteerd. En ik echt, huh? Onjuist geciteerd? Wat dan? Weet je? En in die tijd, ik was echt super naïef. Ik nam nooit telefonische interviews, nam ik nooit op. Ja. Ik had gewoon handgeschreven aantekeningen. En op basis daarvan had ik die quote in het blad gezet. Maar zij bestreden dus dat ze dat gezegd hadden. En pas 5 jaar later, toen ClimateGate uitbrak, hè, dus die WikiLeaks voor de klimaatwereld, hè, die gehackte e-mails. Dat was in november 2009. Dus dat was bijna 5 jaar na mijn artikel. Toen vroeg de toenmalige hoofdredacteur van Natuur en Techniek, Natuurwetenschap en Techniek, komen wij er nog in voor? Want die ClimateGate e-mails, die gaan bijna allemaal over die hockeystick controverse. Dus ik zoek in die e-mails. En op een gegeven moment, ja hoor, That Dutch Magazine stond er in een van de e-mails. En toen was een e-mail van Michael Mann van de hockeystick. Dat is een hele beroemde, wetenschapper van de hockeystick. En die mailt dus aan zijn collega in Engeland, Phil Jones, van dat Britse instituut. En die zeggen dan in die e-mail, het KNMI is onjuist geciteerd. En dan zeggen ze, dan komt het, IPCC is not going to discuss this in Beijing. IPCC gaat helemaal niet dit bespreken in Peking. Dus wat er gebeurd is, die gast van het KNMI, die kreeg op zijn flikker van Michael Mann en Phil Jones, van, hé gast, wat zeg je nou daar? Dat wij dit gaan bespreken in Peking bij de volgende bijeenkomst? No way, hè, dacht ik. En hij heeft gedacht, oh jee, nu kom ik in de problemen. En gewoon een gast bij KNMI met een baantje. En ja, en dankzij het IPCC een soort van internationale carrière, loopbaan, ja, belangrijke positie bij het IPCC. En die dacht, kut, nou kom ik in de problemen. Hoe red ik mijn vege lijf? Nou, ik beschuldig de journalist van onjuist citeren. Kijk. En dus toen dat gebeurde in 2009, toen heb ik dus een vervolgartikeltje gemaakt van, hè, nu snap ik pas waarom het KNMI mij destijds beschuldigde. Ja, heb ik netjes nog voorgelegd aan het KNMI, werd ik gebeld door de woordvoerder. Ja, waarom Klopt. Moet je al deze oude koeien uit de sloot halen? Oh, en, ja, want ze dachten dat ze er al voorbij waren. Riool, Jonas, journalistiek en allemaal dat soort dingen. Ik zeg, ja, wait a second. Ja. Jullie hebben mij jarenlang zwart gemaakt dat ik jullie onjuist geciteerd heb. En nu zien we waarom dat gebeurde. Namelijk dat jullie internationaal onder druk werden gezet. En dit lijkt natuurlijk allemaal klein bier. Nee, maar dit is gewoon, want die hockeystick-theorie, dat is een soort van aanjager geweest, waardoor het zo snel ging lopen exact, allemaal. Exact, maar ik vertel het ook vaak tegenwoordig, dit soort dingen, om aan te geven dat zelfs al na mijn allereerste klimaatartikel ooit, februari 2005,
werd ik meteen beschuldigd door het KNMI. Ten onrechte bleek later. Mm-hmm. En ik werd meteen weggezet als een climate skeptic en enzovoort, enzovoort, enzovoort. Weet je wel? Dus de framing en de demonisering van mijn werk en mij als persoon begint dag 1 dat ik over klimaat ga schrijven. En juist die reactie triggerde mij om door te gaan. Want ik dacht van, dit is niet een normale reactie. Ja, ja, oké. Okay. Wat is hier aan de hand? Wie als probeert toen, wat te... Als zij toen gezegd hadden van, goh, dit is inderdaad wel echt een grove fout die wij hebben gemaakt. Dit is een fout die wij hebben gemaakt en wij gaan dit rechtzetten. Wat je zou moeten doen als je duidelijk aantoont dat iets niet klopt. En dat verhaal, die kritiek van McIntyre McKittrick, die staat als een huis. Ja. Tot op de dag van vandaag. Maar tot op de dag van die hockeystick-theorie, daar hoor je ook eigenlijk niemand meer over. Wel, vind je hem wel? Mijn collega Maarten Keulemans, die had deze zomer... De huidige opwarming is echt uniek. Google maar. De huidige opwarming is echt uniek. Dat is een nieuwe hockeystick in 2019. Ik heb namelijk dat die hockeystick, dat ze allemaal hun handen er een beetje van aftrekken. Omdat het zo... Tot op de en die gast blijft maar, mensen aanklagen ook. Hè? Die bewijzen dat die hockeystick-theorie nonsens is. Dit jaar heeft hij dus een zaak in Canada tegen Tim Ball. Ja. Heeft hij dus nu definitief verloren. Ja. En waarom? Dat is ook heel interessant. Die was zo goed, ja. Waarom? Omdat hij niet over de brug kwam met de data die aangevraagd waren. Dus Tim Ball kreeg hulp van McIntyre, weet ik uit een betrouwbare bron. Tuurlijk. En McIntyre heeft gezegd, je moet... Dat is heel technisch, maar je moet de verification statistics vragen. Dus een bepaalde verificatie van de statistiek. Ja. En McIntyre en McKittrick hadden aangetoond dat een cruciale statistische test, die kwam die hockeystick niet door. En dat betekent dat terug in de tijd, in de 15e eeuw, 14e eeuw, 13e eeuw, die hele reconstructie gewoon betekenisloos is. Ja, dus er staat wel een lijntje, maar dat lijntje betekent eigenlijk niks, omdat die statistiek die komt niet door bepaalde testen waar je normaal doorheen moet komen. Simpelweg gezegd, er is geen credible onderbouwing. Precies, ja. En, de rechter vraagt erom. Ja, dus voor het eerst vraagt iemand eens van, bewees het nou eens echt. McIntyre heeft aan Mann gevraagd, give us your verification statistics. Ja. Mann weigert. Toen is McIntyre en McKittrick zijn naar Nature gestapt en gezegd, nou, jullie hebben die hockeystick gepubliceerd. Ja. Wij vragen van jullie nu, vraag bij Mann die verification statistics. Nature weigert dat te doen. Vragen ze vervolgens naar de National Academy of Sciences. Die hadden een heel panel naar aanleiding van deze controverse. Een heel panel hierover. Hebben ze gezegd tegen de National Academy of Science, hè, dus vergelijkbaar met onze KNAW. Vraag om de verification statistics. National Academy of Science weigert om dat te doen. Ja. Tot op de dag van vandaag heeft Mann zelf dat niet vrijgegeven. Dus dit ettert maar door. En met andere woorden, iedereen met gezond verstand moet concluderen. En dat is wel mooi dat die rechter dat nu die uitspraak heeft gedaan. Ik vond het fantastisch toen ik hem las. De rechter zegt gewoon, er is gewoon helemaal geen bewijs voor. Van die hockeystick-theorie. Maar het is niet aangedragen. We hebben hem gevraagd. Ik weet niet of hij dat dat heeft hij gezegd. Dat weet ik niet. Hij zegt, we hebben gevraagd om bewijs, is niet gekomen. Nee, dus met andere woorden... Nee, precies. Maar hij heeft het in feite, heeft hij dus nu Bol in het gelijk gesteld. Omdat Mann... inderdaad verzocht is om bepaalde data aan te leveren, maar dat simpelweg niet gedaan. Het was een rechter die het vroeg, hè? Ja, precies. En de termijn is nu... Luister, anno 2019, hoe we leven nu met z'n allen, als een rechter, als dit het is, dit is ongeveer het hoogste wat je kan komen. Ja. Het is... Ja, maar de rechter oordeelt altijd procedureel, hè? Dus de rechters houden er niet van om zich natuurlijk te gaan mengen in een wetenschappelijke controverse. Ja. Want dan kunnen ze helemaal geen... Nogmaals, gezond verstand, als de man het echt, als het echt waar is, en dan kan je zo makkelijk de bewijzen aandragen. Tot de dag van vandaag heeft hij dat niet gedaan. Nee, precies. En wat vertelt hij? Want hij weet... Dus wat zeg hij je dat? Hij zegt in de ClimateGate e-mails... McIntyre. Even uitleggen, ClimateGate e-mails is een soort van hack van... In 2 november 2009... Dus 10 jaar geleden. Ja, precies 10 jaar geleden... brak er ClimateGate uit. Dat zo is het gaan heten. En dat waren dus duizenden e-mails van prominente klimaatonderzoekers... die ook meewerken aan IPCC-rapporten. Mm-hmm. En... eigenlijk gaan die e-mails voor 90% over die hockeystick-controverse. Dus de scepticus die het meest gehaat wordt in die e-mails is McIntyre. Omdat McIntyre de man was die hockeystick onderuit heeft gehaald. Ja. Ja? En dat is dus eigenlijk is dat
zou dat een doorslaggevende affaire hebben moeten zijn. Maar wat er gebeurd is, er zijn allerlei internationale, nationale en internationale onderzoeksteams opgezet. 5 in totaal, of 6 of 7. En allemaal hebben ze een soort van whitewash gedaan. Die hebben gezegd, nothing to see here, move on. Hè. Storm in een glas water, allemaal dat soort dingen. Ja, maar er staan dus echt, als je die e-mails leest, en ik kan ze dus ook goed duiden, omdat het gaat over die hele hockeystick waar ik heel goed in zit. Je hebt net gezegd dat die... Er is bijvoorbeeld een e-mail en die zegt van, we are going to hide the decline. Hè, dus je hebt een aantal, je hebt de oorspronkelijke... Hide the decline. Je hebt allerlei hockeysticks en die hockeysticks gaan dus in de 20e eeuw omhoog. Ja? Ja. En één van die hockeysticks, die gaat vanaf 1960 niet omhoog, maar die gaat vanaf 1960 naar beneden. Oh ja. En dat was natuurlijk inconvenient om Al Gore maar te quoten. En die wetenschappers die mailen dan met elkaar. Hoe gaan we daarmee om? Want als we die ene die naar beneden gaat laten zien, ja, dan dilute our message. Dat zwakt onze boodschap af. He, dat soort dingen bespreken ze dus. En dan besluiten ze, weet je wat we doen? Het verzwakt onze verhaallijn die we gecreëerd hebben af. En wat ze dus dan zeggen, we hide the decline. We breken hem gewoon af in 1960. En dan laten we die andere wel zien, maar die ene die naar beneden gaat niet meer. Oh, die breken we af gewoon. Die breken we af. Ja. Dus vanaf 1960 hebben ze hem gewoon weggelaten. Oh, die truth, lies and statistics, hè? Ja. Dat heb je in het leven. Maar die modellen waar mensen... Maar dit zagen we, hè? We zagen dit in die gehackte e-mails. Ja. Maar goed, dan gaan ze natuurlijk focussen. Oh, dat is illegaal gehackt. Maar het stond er. En die, om terug te komen op die verification statistics. Ja. Hè? Dus die statistiek die niet... die statistische test waar ze niet doorheen kwamen. Ja. Michael Mann noemt dat in een van die Climategate e-mails... noemt hij dat zijn dirty laundry. Dirty laundry. Zijn vuile was. Die hij niet buiten wilde hangen. Luister, jij wordt ervan beschuldigd. Er zit gewoon geen woord Spaans tussen. Jij wordt ervan beschuldigd een klimaatcrimineel te zijn. Maar dat zijn de criminelen, hè? Ja, ze gebruiken zelfs maffiatermen. Maar dit is gewoon onethisch gedrag. Het is onethisch gedrag, is maar onethisch ook om kinderen gedrag. Bang te maken met dat het maar de aarde eindigt. Het ergste is dus nog dat zelfs 10 jaar na Climategate zijn ze ermee weggekomen. Michael Mann is nog steeds de hero of the climate establishment in de tuurlijk, US. Tuurlijk, dat houden ze ook zo. Hij krijgt awards, prijzen, hij krijgt tuurlijk. Geld, hij krijgt alles. Weet tuurlijk. Je wel? En iedereen die het niet met hem eens is, is een climate change denier. Ja. Fossil fuel funded climate change denier, bla bla bla. Het gaat niet om hoe dingen echt zijn, het gaat om hoe het lijkt. En deze man wordt hoog gehouden. En wat is dan... Want daar moet je kijken. Oké, ik vind het wel grappig, want jij gaat er vrij bleu en naïef in. Geen politieke activist. Je denkt van, ik heb de scoop van de eeuw. Dit is een schandaal. Nee, een schandaal heb jij ontdekt. Ja. In dat eerste artikel. Ja. Nou, nu zijn we dus in 2019. We zijn zoveel jaren verder. Dus daar heb jij zoveel... Nou, in die eerste 2 jaar was ik, kan me ook nog herinneren, was ik echt activistisch. In de zin van dat ik... Ik was overtuigd van die hockeystick en die deugde niet en bla bla bla. En dus dan kwam ik bij het KNMI en dan zeiden ze tegen mij, hou nou eens op over die hockeystick. Hè? 1-2 jaar later of zo. Maar weet je, Marcel, weet je wat jij was? Jij was een echte journalist die er niet meer zijn. Want dit is wat een echte journalist doet. En ik die had accepteert niet die praatjes. Nee, maar ik had echt zoiets van, hoe kan ik nou ophouden over die hockeystick? Tuurlijk, ik kan erover ophouden als jullie gewoon erkennen dat het fout was. Ja. En rectificeert. Want het KNMI had ook in meerdere rapporten, hadden ze die hockeystick gepubliceerd. Dus ik zeg ook, mijn boodschap aan hun, rectificeer. Ja, zeg gewoon, we hebben die grafiek gebruikt, maar bij nader inzien was dat fout. Ja? En dan is het zand erover. Nee, dat doen ze niet. Then we can move on. En daarom leven we al zo lang in een leugen. Het is gewoon een pure leugen. Nou ja... Het is een schimmenspel. Fata Morgana. Mensen worden zo lang al voorgelogen. Dat is wat ik altijd zeg over dit. Ik ben over niks zoveel voorgelogen in mijn leven als door het hele klimaatwarming, global warming, climate change, bla 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 bla. Nou ja, ik vrees dat klimaatverandering niet uniek is, maar... Het is de allermooiste. Dit is ook zoiets. Het is een van de vele voorbeelden. Het is global warming altijd geweest. Kunnen ze niet bewijzen. Ze veranderen de term, maar gaan wel naar climate change, waar niemand het mee oneens kan zijn. Ja, ik ben ook degene die zegt dat het klimaat verandert miljarden jaren. Het verandert ieder jaar. Dat is meer marketing natuurlijk inderdaad. Nee, maar dat doen ze omdat ze het ene niet kunnen bewijzen. Nee, omdat het niet scary genoeg is.
Het is global gewoon warming. Het is nog steeds. Het gaat nog steeds om global warming. Maar global warming is gewoon. Who cares? Wat kan het jou schelen dat de wereldwijde temperatuur een tiende gaat omhoog? Gaat, nou, okay, of twee tiende, ik ben het met je eens, het is marketing. Ja. Het is een verandering van een term om iets wat je er niet doorheen krijgt en wat je niet echt kan bewijzen, ja, ook om enger te maken. We blikken terug en we kijken vooruit. We blikken terug op 2019. Dit jaar heeft The Guardian besloten dat de term climate change niet meer gebruikt mag worden in hun stukken over klimaatverandering. Wat? Omdat climate change de lading niet meer dekt. Zoals bij mij de lading klimaatontkenner niet meer dekt. Ja, ja, ja. Nee, dat moet klimaatcrimineel zijn. Ja, nee, genocide. Heeft The Guardian besloten dat het nu niet langer climate change is, maar iets als climate disruption of zo. Nou, weet je, dat soort... We gaan nu naar disruption. Ja, climate disruption. Het mooiste vond ik ook dat The Guardian had toch ook besloten dat ijsbeertjes niet meer gebruikt mochten te worden om aan te tonen hoe slecht het gaat met het klimaat en hoe warm het allemaal wordt en de ijsschotten, dat de ijsbeertjes mogen niet, omdat gewoon de inconvenient truth wederom is dat er meer ijsberen zijn op de planeet dan ze voor zover wij weten er ooit bestaan, ooit geweest zijn. Veel meer, ja. Ja, maar dus The Guardian heeft ook gezegd, we gebruiken niet meer die ijsbeertjes. Terwijl we zijn 20, 30 jaar zijn we overspoeld met ijsbeertjes op schotsen. Ja. Ja, dat is ook zo mooi inderdaad. Die ijsbeer die op die schot staat, die heeft de Volkskrant ook een keer gebruikt in een hoofdredactioneel, wat notabene tegen klimaatskeptici gekeerd was. Maar die foto is dus gefotoshopt. Oh ja? Dus die foto is niet eens echt. Is niet eens echt. Dus de ombudsman van de Volkskrant heeft een brief in de Volkskrant waarin ze uithalen naar klimaatskeptici. Ja? Plaatst daarbij een foto van een ijsbeer op een ijsschots. En die foto, die ijsbeer komt uit een dierentuin. En die ijsschots en die twee zijn dus bij elkaar gefotoshopt. Wat een leugenaar. Hoe hilarisch kan het zijn? Nee, maar wat een leugenaars. Nee, maar hoe erg dit is. Ik bedoel, het ergste wat ik gezien heb dit jaar. Als het gaat om die foto, die nonsens. Weet je nog, dat sleetje. Volgens mij is het bij Groenland. Dan zie je zo het ijs zo smelten. Ja, en dan zie je zo'n slee. Ja. En dan komt het allemaal, is het van, dat zie je staat er zo'n laag water. Zo'n laag water. Ja. En dan vinden ze gewoon een foto van 30 jaar geleden op dezelfde plek, waar hetzelfde aan de gang is. Het is gewoon, het gaat van de winter naar de zomer. Dat gebeurt ieder jaar daar. De vaart tussen die twee plekken vaart een bootje iedere zomer. En nog steeds, nadat dit al geëxposed was, RTL Nieuws op de website kwam weer met die foto. Nu.nl daarna weer. Ja. Terwijl, het was al geëxposed. Ja. En wat denk je van David Attenborough met Our Planet, met de vallende walrussen die dan het gevolg van climate change. Ik ben zo klaar met David Attenborough. Omdat die wordt ook altijd als zo'n heilige gezien, weet je wel. Krijgt ook allemaal prijzen. En dat fragment is in Zomergasten getoond dit jaar. Terwijl het ook al lang bekend was. Dat het onzin was. Het waarschijnlijk, het had of te maken met de crew die voor onrust zorgde. Ja, tuurlijk. Ja, met drones en het opjagen en allemaal dat soort dingen. Maar vermoedelijk ook met ijsberen. Dus er zaten daar, was bij Siberië voor de kust. Oh. Er zaten daar duizenden walrussen zaten daar op die kust. Maar er waren ook ijsberen. Die hadden daar natuurlijk een gemakkelijke dag. Ja. Die konden daar wel eventjes een prooi vinden. En toen werden een aantal walrussen opgejaagd. En toen zijn er een x-aantal van de klif afgedonderd. Dat is natuurlijk een dramatisch beeld. Ja. Maar om dat te koppelen aan climate change. Nee, dat is zo oneerlijk. Klimaatporno, dat is ook een woord wat dit jaar in opkomst. Nee, maar dat zou je nou eigenlijk het woord van het jaar mogen maken. Maar ik doe dat hier bijna, Marcel. Ik doe het hier bijna dagelijks, dat ik dat soort dingen expose. En er is zoveel. Er is zoveel. Dus ik schreef in mijn hoofd even wat nog meer zo belachelijk was dit jaar. Maar ik vond het zo mooi dat die crew, die ging een documentaire maken en onderzoek doen naar de global warming, zeg maar. Van weet ik wel, volgens mij was het de Noordpool of zo. En die kwamen vast te zitten met hun boten in ijs. Die waren helemaal ingevroren. Ja, nou, omdat zo koud was. Kan je inmiddels een lijst van 10, 20 van dat soort expedities maken, die allemaal Bernice Notenboom moest ook een keer gered worden. Oh, Bernice, mijn oude vriendin Bernice Notenboom. Ja, die moest gered worden. Ja, die moest ook een keer van het ijs gehaald worden. Wat was er dan? Nou ja, die was ook aan het aantonen dat het zo erg was met de smelten van de Noordpool. En die kwam toen ook vast te zitten. Ik denk dat ik dat het leukste vind wat ik ooit in mijn carrière gedaan heb. Om haar te confronteren met gewoon de vraag: als wij hier niet geweest zouden zijn op deze planeet, wat zou de temperatuur dan geweest zijn vandaag? Dat ligt er een beetje aan waar je bent.
Ik zeg, oké, nou, hier in Nederland. Als wij hier niet geweest waren, zouden zijn er mensen... Dit heb jij naar gevraagd? Heb ik haar gevraagd. Oh, oké. Ja. Oh, ze was een keer bij jou Ze was een keer bij mijn uitzending. Ah, oké. En ik zeg oké, hier in Nederland, hoe zou het geweest zijn? Ja, dat weet ik niet, want ik woon niet in Nederland. Ik zeg, oké, waar woon je dan? Ik woon in Amerika. Ik zeg, oké, in Amerika, als wij mensen er niet geweest zouden zijn, wat zou de temperatuur geweest zijn vandaag? Nou ja, dat ligt eraan waar je bent. Ik zeg, oké, waar woon je, weet je wel? Dus in Californië. Ik zeg, hoeveel, wat is de temperatuur? Nou, het zou een paar graden koeler zijn geweest. Ik zeg, nou ja, dan hadden wij hier nog steeds een hele hete zomer gehad. Het is ongelooflijk. Een RTL Nieuws laatst met het hele verhaal dat er geen stormen meer zijn. Vorig jaar ook al niet, vanwege global warming. Geen stormen? Er zijn geen stormen geweest volgens deze man. Hij zegt het letterlijk, Marcel. Oké, nou ja, er is in Europa... Ging het over Europa? Nee, Nederland. Nederland. Terwijl okay. Ik in de dag daarna kom ik met een nieuwsbericht van rtlnieuws.nl. Dit weekend, hou je vast, het kan stormen, het kan kracht 9 worden. Ja. Het is oneindig. Ja, nee, natuurlijk. Maar dat is het mooie van het onderwerp natuurlijk. Je hebt een onuitputtelijk reservoir. Kijk, nu hebben we weer bosbranden in Australië. En ja, je kan altijd wel weer iets vinden wat je daaraan op kan hangen. Maar daarom ook, ja. De komende jaren is wat ze dan nu noemen dus... attributie van extreme events. Attribution of extreme events. Dus dat is in feite een extreme event. Dus een hurricane of een orkaan of een overstroming of droogte of een hittegolf of zo. Om dat toe te kennen aan... climate change. Dat wordt het hotste topic wetenschappelijk gezien de komende jaren. Want kijk, eigenlijk zijn al die dingen die al die doom and gloom is allemaal eigenlijk niks is uitgekomen. Ik bedoel, het gaat prima met de Great Barrier Reef. Wij hebben dit jaar met onze clientel hebben we Peter Ritt naar Nederland gehaald, koraalprofessor, ook prachtig, ontslagen, ja. Ontslagen aan zijn universiteit. Ja. Waarom? Omdat die zegt, het gaat uitstekend met de Great Barrier Reef. En kunnen mijn collega's eventjes een beetje gewoon met normaal bewijs komen? Hè? Kunnen we eventjes gewoon integer handelen? Toen is je ontslagen. Ontslagen, hè? Ontslagen. Ik ben even geweest, vorig jaar in januari ben ik even Great Barrier Reef geweest. Maar als je praat met de lokale bevolking. Ja. Niemand is in paniek, hè? Iedereen zegt, nee, wat er gebeurt is natuurlijk. Ja. En die wetenschapper zegt dat ook. Maar nog steeds kan je hier in een café in Amsterdam zitten... En zeggen van alle koralen gaan dood in 2050. Koralen, weet je, als je zegt, als je komt met wat wij zeggen, ja. Dan vliegt de tapenade, vliegt in je haar, bier wordt je overgroten. Ja, terwijl ik word zo langzaam aan het... ik moet rustig blijven. Het ding is, ik zeg ook, ik heb medelijden met die gasten. En ik ben ook zo langzaam ben ik pissed off. Want het is met 2 kliks op je computer, 2 Google searches, kan je een uur bezig en dan moet je mind geopend zijn dat het overdreven is en dat het helemaal geen bewijs voor is en dat het helemaal niet zo is. Dat weet je binnen 2 kliks, Marcel. Ja. Je kan naar jouw site gaan. Ja. En dan weet je het. Nou ja, en ja. Weet je, het erg is nog dat zelfs als je alles van het IPCC accepteert en je zegt van nou, oké, laten we nou even gewoon als uitgangspunt nemen dat ze gelijk hebben. Als je dan gaat kijken naar wat het bijvoorbeeld dan aan het eind van de eeuw, nou bijvoorbeeld economische schade. En mensen als Björn Lomborg, een beroemde milieueconoom uit Denemarken, die schrijft daar veel over. Dan zeggen ze, nou dan gaan misschien 2-4% van de global GDP, de mondiale economie, gaat wat dan misschien aan kosten met zich meebrengen. 2-4%. Dan denk je, nou 2-4%, dat is behoorlijk wat. Maar... om dat even in perspectief te plaatsen. Tussen nu en het eind van de eeuw gaat die mondiale economie... die gaat 100%, 200%, 300% toenemen. Ja. Dus zelfs de IPCC zegt in hun extreme scenario's... Dat is het extreme scenario. En dat zijn de extreme scenario's. Ja. Dan gaat het 3-4 graden opwarmen. Dan zeggen ze nou, dat zou wel eens 2-4% van vermindering van het GDP... met zich mee kunnen brengen. Maar dan gaan we dus in plaats van 200% groeien met onze economie in 2100. 200 min 2% of 200 min 4%. Dus dan gaan we 196% groeien met onze mondiale economie in plaats van 200%. En dit is het rampscenario. En dan neem je alles aan wat het IPCC zegt. Ja. Ja, en als je dan zegt van nou laten we dat niet met
Laten we dat niet met mitigatie, met CO2-reductie aanpakken, maar laten we gewoon adaptatie doen. Laten we ons aanpassen. Dan kost dat een fractie daarvan. Ik schenk jou nog even bij voor een lastige vraag. Oh jee. Dus overduidelijk. Overduidelijk, jij toont aan en je ziet het. Maar goed, ook de Climate Gate e-mails. Mensen proberen de waarheid te onderdrukken. Vraag aan jou. Wie zijn die mensen? En dan wil ik niet eens het antwoord horen van de organisaties die hier baat bij hebben. En de mensen met hun baantjes. Want het moet meer zijn. Het moet meer zijn. Het moet een ander doel hebben. Dat dit koste wat het kost. Moet blijven bestaan. Deze farce. Er moet een ander doel zijn. Ja, ben ik het op zich mee eens. Maar ik moet ook wel bekennen dat ik echt nog aan het begin sta van daar een antwoord op te formuleren. Je komt hier op een heel interessante kwestie. Want kijk, mijn conclusie na 15 jaar is, in de wetenschap vind je te weinig bewijs dat dit allemaal ellende gaat geven. Dus nou goed, maar toch staat het wereldwijd op de agenda. Dus dan moet er inderdaad iets anders spelen. Dan moet het om geopolitieke belangen gaan, of het moet om financiële belangen gaan. Het moet om ideologisch, kan ook ideologisch zijn. Ik bedoel, het kan ook zijn dat een bepaalde ideologie de overhand krijgt. En ja, het is een hele interessante kwestie. Er is een boek verschenen dat heet Green Tyranny van Rupert Darwell, een Britse conservatief. Die kijkt naar deze kwestie. Maar ja, dit is wel een diffuus beeld. Maar een van de interessante dingen die je wel ziet, is dat wij zien nu die klimaatagenda, die zien wij nu als een linkse agenda. We lachen een beetje om van Jesse Klaver, het is een linkse agenda. Maar als je terug gaat kijken naar de geschiedenis van het milieudenken, het doemdenken, ja, dan moet je eigenlijk teruggaan naar Thomas Malthus. Thomas Malthus, dat was een Britse aristocraat. Die schreef een boek in 1795. Toen gebruikte Engeland 20 jaar steenkool. Engeland was begonnen aan de industriële revolutie. En hij schreef het eerste milieudoemdenkboek. Hij zegt, nou, als dit zo doorgaat met het gebruik van steenkool, dan is het over zoveel jaar op en dan gaat het helemaal mis. 1795. Wat zat daar nou achter? Dat was Britse aristocratie. En die zagen door de opkomst van de industriële revolutie hun hele leef, hun positie in de maatschappij, zagen ze in het gedrang komen. Dat is heel interessant, hè? Want zij hadden dus een feodaal systeem. Mensen, de 99% van de bevolking was gewoon straatarm en waren horigen. Dat waren in feite slaven gewoon van de adel. Ja? En die werkten dus op die landgoederen van de adel. Ja? En dan krijg je de industriële revolutie. En mensen kunnen een vreselijk baantje krijgen in een fabriek, maar ze zijn wel opeens onafhankelijk van die adel. Ze worden een klein beetje onafhankelijker van die adel. En vanaf dat moment begint dus die elite in de wereld, begint dus voor het eerst met doemdenken, verheerlijking van het platteland. Hè. Het leven op het platteland is veel beter. Kijk in die steden. Die steden waren natuurlijk ook super goor. Hè, want die industrie was veel luchtverontreiniging, weet ik wel. Roet, zwart, ellende, alles dat soort dingen. Dus dan begint in feite een romantische verheerlijking van het platteland. En de steden en de industrie zijn vies. Maar wat zat daarachter? De elite die probeert hun eigen heerschappij op aarde te beschermen. En als je dan doorspoelt naar 19e eeuw, 20e eeuw, dan is dat eigenlijk nooit veranderd. En de rode draad in het verhaal is de elite die vooral heel erg bang is voor groeiende wereldbevolking. En bijvoorbeeld een van de hele interessante dingen die ik dit jaar ook heb geleerd van Michael Schellenberger. Michael Schellenberger is een Amerikaan die pleit voor kernenergie. Is dat de aversie tegen kernenergie komt bij dezezelfde elite vandaan. Want die zagen in Amerika vanaf de jaren 60, 70, toen er heel veel kerncentrales in Amerika gebouwd werden, begonnen ze in te zien, wacht even, als kernenergie straks wereldwijd wordt ingevoerd,
dan krijg je oneindige betaalbare stroom. Maar dan kan je ook echt een oneindige groeiende wereldbevolking krijgen. En dat was helemaal niet de bedoeling. Dus die milieubeweging die in Amerika opkwam, die ook volgens mij, die wordt ook gewoon gefinancierd vanuit de elite. Die begint dan in de jaren 60, jaren 70, beginnen ze dan campagnes tegen kernenergie. En niet zozeer vanwege het gevaar van bommen of afval of allemaal dat soort dingen. Of straling en allemaal dat soort dingen. Natuurlijk, dat gebruiken ze in hun propaganda. Angst voor straling gebruiken ze in hun propaganda. Angst voor de bom gebruiken ze in hun propaganda. Maar ze zijn tegen kernenergie omdat dat gewoon een groeiende wereldbevolking van 8 of 10 miljard mensen kan van energie kan gaan voorzien, van voldoende welvaart kan gaan voorzien. En dat was een. Wat is, wat is hun angst? Waarom zijn ze zo bang voor een groeiende wereldbevolking? Ja, ik denk omdat ze denken dat het toch hun plek, hun elitaire plek in de, op de planeet, dat dat gewoon in het gevaar. Denk aan vliegschaamte. Dit is ook het jaar van de vliegschaamte. Ja, ja. We hadden het er eerder dit jaar over bij jou in de studio in Hilversum. Toen kende je het woord nog niet eens, maar nu is het helemaal ingeburgerd. Vliegschaamte. Dat is het nieuwe, ja. Mijn collega Hidde Boersma, die schreef een stuk in de Volkskrant een paar weken geleden. En die zegt, het is wel frappant dat de elite, hè, DiCaprio en Al Gore en al die gasten, die beginnen nu te roepen dat we mogen niet meer vliegen. Maar zij vliegen met de privéjet de wereld rond. Ze hadden deze zomer, weet je, op Capri hadden ze deze zomer zo'n bijeenkomst. Of het van was Google. Of het was, ja, of het was Sicilië of Capri of Sardinië. Van Google, van Google. In Italië. Vlogen ze met z'n allen. Je had dat het vliegveld moeten zien met al die Gulfstreams en die privéjets. En de dikke vette Oprah die kwam. Iedereen kwam. DiCaprio kwam. Het was een farce. Maar Hidde Boersma wees in dat opiniestuk in de Volkskrant op van God, het is wel frappant dat nu vliegen eindelijk voor de hele wereld betaalbaar begint te worden. Hè? Of in ieder geval voor de middenklasse. Natuurlijk nog niet voor de onderklasse in derde wereldlanden. Maar voor de middenklasse, jij en ik. Ik bedoel, wij kunnen allemaal meerdere keren per jaar kunnen we ons een vliegticket veroorloven. Ja? Dus het is gewoon betaalbaar geworden voor een grote groep in de samenleving. En dan begint de elite onder het mom van klimaat en groen en dit en dat. Je moet, begint te zeggen, hey, we mogen niet meer vliegen. Ja. Terwijl ze zelf doorvliegen in een privéjet. Ja. Maar even terug naar dat links-rechts. Ja. Wij zien het dus nu. Hè, we lachen er een beetje om van als zijnde een linkse agenda. Ja. Maar als je kijkt naar de wortels van het doemdenken en naar de wortels van de klimaatagenda en de milieuagenda en agenda 21 van de Verenigde Naties. Nee, dan zit daar een hele belangrijke drive achter vanuit de mondiale elite. Tuurlijk, ja. Prins Bernhard, Wereld Natuur Fonds, al dat soort dingen. Het komt allemaal bij de elite vandaan. Jij zegt hier allemaal dingen en ik hoop echt dat we, hè, voor ons om hier heel diep op in te gaan, dat duurt heel lang, is hartstikke leuk. Ja. Maar ik hoop dat mensen deze agenda's googlen en zelf uitvogelen. Green Tyranny. Ja. Google dat boek, ga het lezen. Daar staat het allemaal. De schellen vallen van je hoofd. Er gaat een hoofdstuk, hè, ik wil niet een godwinnetje hier van stal halen, maar er gaat een hoofdstuk over Nazi-Duitsland. Tuurlijk. Nazi-Duitsland gebruikte exact dezelfde terminologie. En technieken. Maar ook technieken, maar ook terminologie. Ja. Verheerlijking van het platteland. Ja. Ze waren anti-industrieel. Natuurlijk met uitzondering van de wapenindustrie, want die hadden ze nodig voor de oorlog. Ja. Maar dezelfde terminologie als de moderne milieubeweging werd ook daar gebruikt. Er gaat een hoofdstuk over in dat boek. Hele interessante historische parallellen. Ik vind, en dat is natuurlijk, nee, we praten hier over alles. Maar in hun complete evilness, de nazi's, zat natuurlijk ook iets. Zij deden dingen, daar kunnen wij niet over nadenken. Onze hersenen gaan daar niet. Maar bijvoorbeeld als het gaat om propaganda en dat soort technieken. Laten we eerlijk zijn, zij zijn daar zo goed in geworden. Ja. En dat is ook nadat zij gevallen zijn, een aantal mensen die daar verantwoordelijk voor waren, die zijn ook gebruikt. Ik zat te kijken, ja, ik dacht echt, op Netflix is er een documentaire, dat gaat over de Israëlische intelligence, de Mossad.
Wacht even, ik ga even kijken of er nu niet iemand binnenvalt als ik het naam genoeg. Weet je, dat zeggen mensen het land, die zijn zo bang. Zeg het, praat daar nou niet over. Nee, maar dit is gewoon de Mossad, is de CIA van Israël. Dat zijn ongelofelijke gasten. Maar ik zit naar die documentaire te kijken. En dat zijn alle oude topmannen van de Mossad en agents en dat soort dingen. En ik zit te kijken en ik dacht echt, nou, toen zag ik, mag ik dit allemaal wel zien? Wat daar gezegd werd, door die gasten zelf, hè? Dus door de oud topman van de Mossad. Het was een Israëlische documentaire. Weet je, als je dat ziet, dan kijk je nooit meer naar de wereld hetzelfde. Want zij zeggen ook gewoon de dingen die gebeuren in de wereld, hè, de grote evenementen. Dan zitten ze echt te lachen. Ja, soms is er gewoon iets heel anders gebeurd, maar mensen denken dat het op een bepaalde manier gebeurd is. En ze zeggen het met trots. En het mooie is, daar kom je, je komt vaak achter hoe dingen echt zijn in de wereld door de arrogantie van mensen die vergeten dat het eigenlijk heel raar is waar ze mee bezig zijn. Maar heel veel macht hebben en heel veel middelen hebben om ons te besturen, hè, met z'n allen. Ja. En een van de dingen die ook uit die documentaire kwam, het is echt ongelooflijk, maar dat de Mossad, die heeft nazi's aangenomen voor intelligence werk, om hun te leren hoe ze het deden in de Tweede Wereldoorlog. Zij hebben een aantal van de topmensen in de propaganda, zeg maar, binnen de natie, hebben de Mossad, na alles wat aangericht is door de Joden, ze hebben gewoon gedacht, zij zijn zo goed. Ze hebben mensen heel veel geld betaald. Israël heeft mensen heel veel geld betaald. Heel veel naties veel geld betaald om te leren hoe deden jullie dat. En ik zit dit niet te verzinnen. Zoals er ook heel veel topmensen vanuit Duitsland naar Amerika zijn. Ja, tuurlijk. De NASA. Die werd geleid door een oude nazi. Ja. Dit is zo fascinerend. En het ding is, met al dit soort dingen. Hier is het ding nog een keer. Dit is het ding. Waarom ik het zeg. En het is, want het, je wordt meteen als een complottheorie gek neergezet. Maar het ding is, het is op Netflix. Ik check het. Het is te zien. Hoe heet die? Weet je het nog? Inside the Mossad of zo. Oké. Volgens mij Inside the Mossad. Nou, leuk voor de Christen. Klinkt ook als een pornofilm, maar dat is niet. Maar Inside, het was zoiets. Je zit echt te denken. Wat ze zeggen daar ook gewoon, hoe ze die dingen creëren in de media. En een van die agents zegt ook gewoon van, ja, ik ben af en toe ook gewoon journalist. Dus zij geven gewoon toe dat zij ook kranten infiltreren. Of in ieder geval dat daar allemaal mensen werken die voor hun een verhaallijn, een narrative kunnen volgen. Zodat zij er weer aan de gang gaan. Ze praten over hun blunders. Dat ze per ongeluk de verkeerde man neergeschoten hebben. En dat is allemaal met een lach te vertellen. Maar dan zie je dus hoe. En zo werkt natuurlijk alle intelligence agencies werken zo. Maar daardoor kom je erachter hoe dingen echt zitten. En hetzelfde met dit klimaat. En het ding is, het zijn geen conspiracy theories. Want het is allemaal te vinden. Alles wat wij nu hebben besproken, kan je straks zelf verifiëren. Het staat er allemaal. Ja. Ja. Maar het is nog steeds niet zo makkelijk om. Kijk, klimaatverhaal past op zich naadloos in het streven naar een wereldregering. En dat is ook een van de agenda's van de elite, denk ik wel. Ja. Is het streven naar een wereldregering. Ja. Je kan bijvoorbeeld zien in Amerika dat de Rockefellers, groot geworden in de olie en daarna in de banken, dat die al vanaf, die hebben openlijk gepleit voor de Europese Unie. Ja. En ook openlijk gepleit voor de Verenigde Naties. Ja. Ja. En in dat doen ze dus al decennia lang. Ja. Ja. Nou, dat Rockefellers noem ik wel mondiale elite. Mm-hmm. En in dat verhaal past CO2 heel mooi. Goed. Want CO2 is een mondiaal goed. Ja. Dat je dus, hè, als jij CO2 weet te agenderen als probleem, dan kan je ook zeggen van ja, dit kan alleen maar. Hè, ik kan me nog herinneren toen de klimaattop in Kopenhagen in 2009 mislukte. Dat was vlak na ClimateGate overigens, maar die mislukte. Toen was ook de minister van Buitenlandse Zaken, de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken, die. Dit was onder Obama. PvdA. Oh, nee, hier. Hier, PvdA. Die was in Nieuwsuur of Nova, of hoe het toen ook heette. En die zat toen ook zo te vertellen van, ja, nou ja, goed, wat ons dit soort dingen wel leert, is dat je, ja, dit soort problemen, dit soort moeilijke problemen, kun je uiteindelijk niet via de democratische weg oplossen. Ja. En af en toe heb je gewoon van dit soort quotes. Ja. Die er gewoon inderdaad. Ja, dat er zeker wel. Er wordt zeker geflirt met dit soort ideeën. Geflirt? Ik bedoel, ik heb altijd idee bij dit soort gasten tegenwoordig. Die politici van tegenwoordig. Die vinden niks. Die vinden het.
die vindt het zo verschrikkelijk dat iedere 4-5 jaar mensen daadwerkelijk iets kunnen zeggen. Door middel van een verkiezing. Het is gewoon zo irritant, die verkiezingen. Ja. Want ze willen het gewoon zelf. En ze hebben toch al zelf besloten hoe het gaat. En dat is ons werk. En jullie domme mensen, jullie hebben geen idee. Ja. Ik denk dat jij het antwoord namelijk inderdaad zelf al gaf. De hele tijd terug van het antwoord op mijn vraag. Je refereerde aan het boek van die Fransman. Ik ben zijn naam al vergeten. Ja, Alexis de Tocqueville. Ja. Democracy in America. Ja. Als je het weghaalt gewoon, die grenzen. Als je de macht centraliseert. Ten eerste werkt het niet meer voor de mensen zelf. Maar het werkt wel voor een klein groepje. Werkt het heel erg goed. Ja, het corrumpeert natuurlijk. Macht corrumpeert. En de ding, jij zegt CO2. Maar wat als je nou deze mensen natuurlijk ook de macht geeft. Over het klimaat. Over het weer. Weet je? Dan heb je toch alles, Marcel. Ja, maar hoe zie je dat voor je? Nou, omdat dat nu al gebeurt. Dat zie je toch straks met al die wetgeving die ze willen doen in de EU. In principe wat ze zeggen en al die mensen die dit nog niet doorhebben en die staan te protesteren. Het enige wat ze geven meer macht aan de overheid. Ja. Maar wat geven ze aan de overheid? Ja. Je zegt eigenlijk, jullie gaan nu ook over het klimaat. Wat absurd is natuurlijk, weet je wel. Maar als je als overheid kan claimen, ik ga nu ook over het klimaat en ik kan het taxeren. Voor de overheid is het natuurlijk een ultieme natte droom. Want je kunt, onder dat mom kan je natuurlijk alles gaan reguleren. Je gaat het hele leven van mensen gaan je reguleren. Onder het motto van we moeten de planeet redden. Fantaseer daar eens over door. Wat kan je allemaal reguleren? Nou ja, kijk, als je echt naar nul CO2 moet, dan en dat gaat op een gegeven moment niet hard genoeg. En Urgenda stapt weer eens een keer naar de rechter. Dat Nederland en Europa zich niet aan hun eigen wet houden. En hun eigen klimaatwet. En de rechter geeft Urgenda wederom gelijk. Ja, dan kunnen de duimschroeven natuurlijk steeds verder aangedraaid worden. En een van de eerste dingen waar je aan kan denken is dat je dus een persoonlijk CO2-budget gaat krijgen of zo. Hè? Dat soort dingen. Ja, dus de energie gaat dan op de bon. Of je mag nog maar zoveel CO2 uitstoten. En dan krijg je dus onderlinge ruilhandel. Dus dan krijg je dus dat de elite kan dan CO2-rechten gaan kopen bij arme mensen. Dus arme mensen kunnen dan in het donker of in de kou gaan zitten. En dan nog wat geld verdienen door hun CO2-rechten te verkopen aan rijke mensen. Dat soort dingen zou je in theorie kunnen krijgen. Als je dit gewoon serieus gaat doorvoeren. En je gaat echt, als je echt gaat afdwingen dat het naar nul gaat. Wat economisch gewoon totale suicide is. En je gaat het toch doordrukken. Dan kan dat niet democratisch. Het kan alleen maar dictatoriaal. Dit is doodeng. En sommige mensen zullen zeggen, het valt allemaal mee. Ja, het zal allemaal wel meevallen. Ja. Kijk nou hoe goed we het nog hebben. En hij slaat door. Maar ik denk dat je helemaal gelijk hebt. Het is een doodeng scenario. Ik ben geen complotdenker, maar nee. ik kijk gewoon, ik weet inmiddels gewoon genoeg van dit onderwerp af. En ik weet dat het gewoon niet realistisch is om naar nul CO2 te gaan in 2050. En als je het dan toch gaat uitvoeren, dan kan het alleen maar met een zeer krachtig mandaat. Ja. En dan kan het dus niet meer democratisch. Want de burger die zal daar nooit, die heeft daar geen baat bij, die heeft er geen belang bij. Dus die gaat dat nooit uit zichzelf doen. Bedrijven gaan het ook nooit uit zichzelf doen. Bedrijven zijn ook alleen maar bezig met greenwashing. En voor de bühne proberen ze zo duurzaam mogelijk over te komen. Maar het is natuurlijk niet in hun primaire belang. Hun primaire belang is gewoon omzet draaien, winst maken, aandeelhouders tevreden stellen en allemaal dat soort dingen. Ik zat laatst bij de KLM in een vliegtuig en dan lees je even dat boekje van de KLM, zo'n blad. En dan denk je, en het staat vol met groene dingen. Hè? Het is alleen maar groen dit, groen dat, groen dit, groen eten, groen dit, groen zit. Dat KLM is alleen maar bezig met groen in dat boekje. Tuurlijk. Terwijl ik denk eigenlijk van, ik heb bijna medelijden met de KLM. De KLM wil dit helemaal niet. Die wil mensen gewoon brengen van A naar B en dan weer terug. Ja. Ze worden gedwongen om. Ja, maar waarom? Waarom zijn ze niet in staat om gewoon hun rug recht te houden en te zeggen van ja, sorry. Maar vorig jaar, Ben van Beurden, die gaf de Elsevier-lezing in de Rode Hoed hier in Amsterdam. En ik was daarbij. Hij praat 3 kwartier lang. Een van de grootste olie- en gasbedrijven ter wereld. Hij praat 3 kwartier lang. Nou, het woord olie en het woord gas heeft hij bijna niet in de mond genomen. En het ging alleen maar over Parijs klimaatakkoord en onder de 2 graden blijven en windmolens en zonneparken en biomassa en allemaal dat soort dingen.
En toen bij de Q&A, toen waren er studenten in de zaal die zeiden van ja, ik als jong iemand, ik voel me niet meer echt zo lang om bij Shell te gaan werken. Want ja, jullie hebben een fout imago. Maar ik denk van, potverdomme, als jij als directeur van zo'n bedrijf gewoon niet meer openlijk trots durft te zijn op je bedrijf en wat je hebt bereikt en wat je aan het doen bent. En gewoon openlijk durft te erkennen dat gewoon 95% van jouw winst komt gewoon uit olie en gas. En waarom? Omdat olie en gas in de hele wereld nodig is voor onze energievoorziening. En dat dat gewoon iets goeds is. Dat waar wij nu zijn als wereld, dat alles wat we bereikt hebben de afgelopen eeuwen, twee eeuwen, de enorme welvaart, de enorme vooruitgang die we geboekt hebben, is grotendeels te danken aan fossiele brandstoffen. En de directeur van Shell durft daar niet trots op te zijn. Want wij mogen helemaal niet meer trots zijn op dit. Wij worden echt. Een thema wat ik de afgelopen weken gewoon echt vaak behandel. Is wij worden gewoon echt in een depressie gepraat over dit. Ja. Echt letterlijk in een depressie. Ja. Een van mijn doelen voor 2020 is. Ik zag dus om van de week was. Jij had er ook over getwitterd volgens mij. Of je kwam niet meer bij van het lachen over dat item op Nieuwsuur. Over die klimaatdepressie. Ja. om van mijn depressie af te komen. Heb ik me aangesloten bij Extinction Rebellion. Nee, ik heb het zelf. En ik heb toen getwitterd. Ja. Ik ga vanuit Clintel. Ga ik echt avonden organiseren voor mensen die beweren dat ze last hebben van een klimaatdepressie. Om ze eruit te krijgen ze allemaal jouw t-shirt? Ze krijgen dat nou, ze kunnen kopen. Kopen, oké. Okay. Ja, die klimaatgekkies die betalen dubbel. Nee, ik wil jou zo'n shirt aanbieden natuurlijk. Maar dat is ook exact. Op zich is dat een is heel... Is dat een verkeerde wasmiddel? Want de kleuren zijn een beetje verlept. Nee hoor, dit is gewoon prachtig. Bij jou ziet het veel mooier groen. Dat is de belichting. Bij jou ziet het lekker gifgroen. En bij mij ziet het een beetje vaalgroen. Hij is fantastisch. Ik krijg alleen maar goede commentaren op. Het is prachtig. Maar oké, dan wil je hem niet? Jawel. Ja, heel graag. Heel graag. Nee, maar weet je, het mooie is aan het optimisme. Ik vind het, dat is echt een goed idee om mensen bij elkaar. Je wordt in een depressie gepraat. Ik ben er ook van overtuigd dat sommige mensen het lekker vinden. En die willen er gewoon graag blijven. Die willen er niet uit. Maar heel veel mensen willen er ook wel uit. En het erg is dat je. En het klinkt wat spiritueel, maar dat wij op deze planeet en dat wij dit mogen meemaken, een jaartje of 70, 80. Het wordt ons bijna onmogelijk gemaakt om ervan te genieten. Want als je een warme dag bijvoorbeeld hebt in de zomer, dan moet je maar eens kijken, bijvoorbeeld op een Twitter, hoeveel mensen niet in paniek raken en verschrikkelijk en het is allemaal global warming, terwijl het gewoon een warme zomerdag is. Ja. Het is heel erg. Je wordt in een depressie gesproken. Ja, het is het is ook een manier om op Twitter. Het is tragisch voor de mensen die het overkomt. Ja. Maar het is wel leuk om erover na te denken over hoe je nou nog met die mensen in gesprek zou kunnen gaan. Want ja, er is zo'n afwijzing van elkaar ook. Hè. Er is zo'n enorme kampen denken in termen van kampen. Ja. Maar ik zou het wel een uitdaging vinden om voor die groep mensen een avond te organiseren waarin ik dus gewoon niet cynisch, maar gewoon probeer aan te geven van joh, dit is wat er gaande is in de wereld. Hè. Dit en dit en dit gaat allemaal de goede kant op. Ja. De wereldbevolking gaat zo, maar de welvaart gaat ook zo. En de kindersterfte gaat zo. En de levensverwachting gaat zo. En zo kan je nog tientallen parameters noemen. Je hebt een fantastische website, die heet Our World in Data. Bouwt een beetje voort op het werk van die Zweedse professor Hans Rosling. Mm-hmm. Die was geweldig. Die had geweldige presentaties had. Bill Gates liep ook helemaal leeft niet meer, hè? Nee, hij leeft helaas niet meer. Maar zijn boek is ook The World in de wereld in feiten of zo. Dus ook in Nederlands vertaald zelfs. Ja. Geeft heel vaak cadeau aan vrienden en kennissen. Omdat het gewoon een fantastisch boek is. Het laat gewoon zien hoeveel dingen in deze wereld gewoon de goede kant op gaan. Ja. En hoe weinig. Hoe optimistisch we kunnen zijn. Hoe weinig er eigenlijk de verkeerde kant. Ja. Ik kan eigenlijk niets verzinnen. Want zelfs in termen van oorlog, terrorisme, allemaal dat soort dingen. Hè, dus het sterfte als gevolg van violence. Mm-hmm. Is ook op een historisch dieptepunt. Ja. Dus het is heel laag. Ja. Maar we denken natuurlijk door invloed van de media. Ja. En we horen natuurlijk iedere dode in de wereld die valt, krijgen we ongeveer mee. Hè? Iedere aanslag, alles krijgen we mee. Maar historisch gezien is sterfte als gevolg van geweld gewoon ook op een heel laag pijl.
Dus heel veel dingen gaan de goede kant op. Natuurlijk niet alles. Nee, er gaat ook heel veel slecht. Maar dat wordt verbloemd door... De buitenlandpolitiek van Amerika. En het brandhaarden stichten in de wereld. Om dat soort dingen. Ik bedoel, je kan bij heel veel dingen kan je echt wel vraagtekens plaatsen. Maar dan kom je meer op dat Mossad verhaal van jou. En over, over wat is er nou werkelijk gaande. Ja. En waarom gebeuren bepaalde dingen in de wereld? Waarom ontstaan bepaalde oorlogen? Ja. Zit daar niet een bepaald brein achter? De coup in Oekraïne. Dat soort dingen. Waar toch wel Libië. Ja, waar bewijzen voor zijn dat Amerika gewoon daar best wel een belangrijke rol bij gespeeld heeft. Ja. En dat is scary. De vraag is dan weer, is het Amerika? Of is het weer een collectief belang van het groep land? Ondanks dat gaat vrijwel alles in de wereld gaat de goede kant op. En een andere held van mij is Matt Ridley. Hij zit in de House of Lords in Engeland. En is een collega journalist, die heeft een boek geschreven, The Rational Optimist. Mm-hmm. The Rational Optimist. Hij is ook een klimaatoptimist. Maar dat boek laat ook zien hoe geweldig het gaat in de wereld. Mm-hmm. Maar de reden waarom het geweldig gaat, zegt dat boek, is vrije uitwisseling van ideeën en goederen en allemaal dat soort dingen. Ja. Dus het is in feite een bijna libertarisch boek. Het boek is een pleidooi voor vrije markt, voor vrije grenzen, vrije uitwisseling. Het boek geeft ook voorbeelden van landen, ook Engeland, die hun textielindustrie probeert te beschermen eeuwen geleden. Nederland probeerde de scheepvaartindustrie. Dat kan je een tijdje volhouden. Trump probeert dat nu ook te doen. Dat is een van de dingen waar ik tegen ben. America first. Oké, prima. America first. Trek je legers alsjeblieft terug uit Afghanistan en uit Syrië enzovoort enzovoorts. Ja? Maar America first. Ik ga koste wat kost mijn industrie beschermen door hoge invoerrechten en allemaal dat soort dingen. Maar dat is niet het verhaal. Nee, maar dat is niet het verhaal. Het verhaal is dat Amerika gewoon leeggeroofd is, zoals hij het ziet. En het is ook echt aantoonbaar dat bijvoorbeeld het hele Midwest, Ohio, Pennsylvania, alle kolenmijnen, staalmijnen gesloten. En waar zijn ze naartoe gegaan? Ze zijn allemaal naar China gegaan. Ze zijn naar Australië gegaan. En het was allemaal net zoals wat nu in Nederland gebeurt met de boeren. Het wordt tegengewerkt, terwijl het allemaal gezonde industrieën zijn. En hiermee sloop je een land. Het feit dat er geen iPhone gemaakt wordt, daar nu dan weer langzaam wel in Europa. Weet je, China heeft gezegd, dat is belangrijk. Jij zegt hier wat. En dat is een belangrijk. dat is een belangrijk punt. Want America first is gewoon weer eens staan voor je eigen bevolking. En niet in dat globalisme meegaan. Wat de oorzaak is en waar jij het over hebt. En wat het resultaat van het donkerste scenario, wat jij net schetst, is het resultaat van dat ongelimiteerde globalisme. En dat is een hele duistere, donkere wereld. En dat bedoelt hij met America first. Ja, oké, maar ik geloof dus wel in globalisme in de zin van dat er vrije uitwisseling van ideeën en goederen en allemaal dat soort. Maar daar gelooft iedereen natuurlijk in. En dat kan je doen met samenwerking. Ja. En je eigen identiteit bewaren. Ja, ik ben het mee eens. Hetzelfde met de EU. Alsof wij niet met landen die afspraken kunnen maken onderling. Ja. Dat we daar één zo'n centraal geregeld. Ja, het belangrijkste experiment nu wordt natuurlijk gewoon de Brexit. En hoe dat economisch gaat. Ja, de pond schoot omhoog. Hè, hebben we niet 3 jaar gehoord dat de pond zal helemaal gaan door de 1 euro zakken als Brexit uiteindelijk gaat gebeuren of als er wordt gekozen voor Brexit? Maar het belangrijkste is, en dat is een punt wat ik vorige week ook maakte toen die uitslag in Engeland bekend werd, of in de UK bekend werd. 3,5 jaar heeft die zeg maar establishment elite, waar wij het dus over hadden, heeft Brexit tegengewerkt. 3,5 jaar lang. Samen met hun handlangers in de media. Met hun megafoon in de media. 3,5 jaar lang hebben wij gehoord dat iedere Brit spijt heeft van zijn Brexit-stem. Mm-hmm. Oh, als Brexit morgen zou gebeuren, dan zou iedereen echt gewoon wel willen blijven hoor, in de prachtige EU. Want ach, ze zien nu, 3,5 jaar, hebben ze het verhaal gecreëerd dat Brexit het allerergste zou zijn en dat het doom en gloom en dat het allemaal naar de verdoemenis zou gaan. En kijken, ze hebben 3 jaar lang hebben ze het verhaal gecreëerd dat het zo slecht is. En dan komt er een verkiezing en dan is Brexit nog populairder dan ooit tevoren. En dat vind ik dan ook met onze climate change dingen. De vraag is, hoe erg speelt dit echt bij mensen? Nexit weten we niet, maar ook climate change niet. Het feit dat we overdonderd worden door de media, dag in dag uit.
climate change in mijn optiek speelt bij de meeste mensen echt geen rol. Kijk, je kunt, als je mensen vraagt van, maakt u zich zorgen over klimaatverandering? Dan geven ze een politiek correct antwoord. Dan zegt 90% ja, ik maak me zorgen. Ja. Maar je moet een andere vraag stellen. Je moet mensen vragen op straat. Hoe vaak heeft u de afgelopen maand gedacht aan klimaatverandering? En dan is het antwoord heel laag. Want het speelt gewoon geen enkele rol in mensen hun leven. En terecht. En dat zie je ook aan de pijlen. Je ziet het aan de pijlen. Het gaat om gezondheid. Het gaat om je werk. Het gaat om je gezin. Om je huwelijk. Om allemaal dat soort dingen. Daar gaat het om in het leven. Ja, en hoe je met elkaar omgaat in de maatschappij. Ja, of je een beetje leuk contact hebt met de kroegbaas of met de bakker. Of weet ik. Dat zijn de dingen die ertoe doen. En nu wordt er een soort utopisch groen ideaal gecreëerd in de verre toekomst. Daar moeten we met z'n allen heen. Ja? En die mensen die dat najagen, die vinden het maar volkomen normaal om mensen die het daar niet mee eens zijn, zoals ik, om die hier en nu te schofferen. Ja. Ja? Dus het huidige klimaat van met elkaar omgaan, mogen we gewoon verzieken. Omdat het groene ideaal voor 2050 of 2100, dat moet kosten wat kost nagestreefd worden. Ja. Het hogere doel is het allerbelangrijkste. Ja, exact. En je ziet het aan de peilingen. Inderdaad, ik ben het helemaal met je eens. Nederlanders zijn er niet zo bij. En ze geloven er ook niet in. En straks als ze het allemaal gaan voelen. En dat voelen ze nu meer. En die rare 130 naar 100 kilometer per. Iedereen gaat het nu voelen. En dan komt het tegengas wordt harder. Want je ziet het in de peilingen. GroenLinks met de marketingwaarde die ze krijgen van de aandacht over het milieu. Ik bedoel, weet je, als jij een boek zou kunnen verkopen met zoveel aandacht. Je verkoopt zoveel boeken. Maar de GroenLinks komt niet boven de 11, 12 zetels in de peilingen. Het is geen stijgende lijn. Nee. En ze krijgen een media-aandacht die is onbetaalbaar. Een miljardenwaarde. Ja. Dan zou je denken, heel Nederland staat erachter. Ja, maar ze hebben ook in 2015, heeft vanuit de Verenigde Naties notabene, hebben ze een global survey gedaan onder miljoenen mensen. Ja? En dan vroegen ze, van wat heeft voor u het hoogste prioriteit? En dat was een lijst van 15 onderwerpen. Climate change stond er ook tussen. En climate change eindigde gewoon als laatste. Ja. En in de ontwikkelingslanden natuurlijk helemaal. Want daar hebben het mensen over economische groei, veiligheid, opleiding, dus onderwijs, gezondheidszorg, meer democratie. Allemaal dat soort aspecten zijn natuurlijk het belangrijkste. Ja. Maar zelfs in de westerse wereld scoort climate change heel erg laag. En waarom worden we ermee overdonderd de hele dag? Ze willen er iets doorheen rammen. Maar echt, het is schaamteloos hoe de media dat doet. Want wat jij zegt, nobody cares. Het wordt je iedere dag. En van het jeugdjournaal tot op school, tot op het 8-uur-journaal, tot op Nieuwsuur, tot bij Jeroen Pauw. Ja. De hele dag wordt je door je strot geduwd. Ja, maar ja, goed, je hebt nu een generatie. Mijn zoontje zit nu net hier in Amsterdam op de middelbare school. Nou ja, zijn docent aardrijkskunde, die lijkt ook niet beter te weten. En ik neem het, ik bedoel, ik heb haar niet ontmoet en ik neem het haar niet persoonlijk niet kwalijk. Maar je zit dus langzamerhand opgescheept met een hele generatie die niet anders meer weet dan dat het een en al ellende is met het klimaat. En het is ongelooflijk. Dat is het politiek correcte standpunt wat ze moeten innemen. Want als ze dat niet doen, dan zoals jij zegt, dan krijg je tapenade naar je toe gegooid in de kroeg. Er is wat dapper te mogen. Dus het is een klein groepje die wederom uitstraalt dat iedereen ermee bezig is. En het ook probeert iedereen ermee te indoctrineren. Hoe was jouw jaar dit jaar, tot slot? Nou ja, mijn jaar was op zich wel oké. Okay, want ik werd dus op 3 januari werd ik gebeld door meneer Guus Berghout, een professor uit Delft, een emeritus professor. En hij had een brief gekregen van een vastgoedondernemer hier uit Amsterdam. Hij woont bij het Vondelpark. En die vond dus ook dat een ander geluid, noem het een tegengeluid of een ander geluid over klimaat, dat dat gewoon meer aandacht moet krijgen, meer kans moet krijgen. En dat zeg maar dat andere geluid ook financiering verdient. Hè? Want mensen zoals ik, bedoel, maar ik heb hiervoor gekozen. Maar dat was gewoon financieel een dodelijke keuze. Ja. Gewoon 10 jaar lang weinig inkomen, geen pensioen opbouwen, allemaal dat soort dingen. Dat is er gewoon een consequentie geweest. Hè, dus de moderne ketter, om het maar zo te zeggen,
wordt niet op de brandstapel gezet natuurlijk, letterlijk. Maar die wordt gewoon klein gehouden door gewoon geen financiering te geven. De financiële stroom wordt gestopt, ja. Ja, want waar komt het geld vandaan? Het klimaatgeld komt vrijwel uitsluitend bij de overheden vandaan. Ja. En dus ben ik samen met Guus Berkhout, ben ik dit jaar dus die stichting Clintel begonnen. Met startfinanciering van die vastgoedondernemer. Dat gewoon netjes transparant is aangekondigd in de Telegraaf met een interview. Heeft hij ook een interview gegeven. En dankzij die financiering kunnen we nu inderdaad... Nou ja, ten eerste heb ik zelf tenminste een keer... eindelijk weer eens een keer een beetje een soort van basisinkomen. En kunnen we ook iets meer gaan doen. Heel goed is dat. Ja. En dat is toch de nieuwe weg en de onafhankelijke weg. Maar anders komt het echte geluid, wat ik het altijd noem, komt niet meer naar buiten. Nee. En dat is natuurlijk, zijn we nog steeds David tegen Goliath. Tuurlijk. Nee, maar, want een Greenpeace alleen heeft al een jaarbudget van 300-400 miljoen euro. Ja, dat is echt niet te geloven. Ja? Daar vecht je en wij tegen. Hebben, ja. Wij hebben een budget van ton, een paar ton, hooguit. Ja, ja. Ja, maar omdat wij in feite voor waarheidsvinding staan, ja, dat klinkt heel pedant, maar we staan voor waarheidsvinding, kunnen we ook met kleine middelen, kunnen we toch veel impact hebben. Omdat het veel meer de waarheid steeds is. Meer mensen voelen dat ook, zien dat ook. Van wacht eens even. Ja. Wat is hier nou eigenlijk aan de hand? Dus voor mij persoonlijk was het eigenlijk best een goed jaar. Een optimistisch jaar. En ook fijn om een keer wat meer steun te voelen. Want ja, denk ook aan de provinciale statenverkiezingen die door Forum voor Democratie werden gewonnen. Clintel overigens staat boven de partijen. Maar Het is natuurlijk geen geheim dat ik met Thierry contact heb gehad. En ik vond dat een heel mooi signaal. Dat je zag, daar speelde klimaat een heel belangrijke rol in die verkiezingen. En plotseling zei de kiezer... Zie je? Het voor democratie. Ik steun dat nuchtere klimaatgeluid. Ja. Al die honderden miljarden die naar klimaat gaan. Ja. Why? Wat hebben we daaraan? Ja. Weet je, dus ook die ontwikkeling, wat dat betreft, zag ik echt wel. Maar nogmaals, in 2020, of de komende jaren, gaan we naar een soort climax. Ja, ik zeg altijd, want ze gooien nu alles het erin. Het establishment wil nu echt alles afdwingen. Ja. Nul, hè? We moeten klimaatneutraal zijn in 2050. En het wordt nu op scherp gezet. Het wordt nu de dood of de gladiolen. Dus het is nu ook aan de burger om kleur te gaan bekennen. Je moet nu kleur gaan bekennen. Je moet je uitspreken en je moet gewoon durven te gaan. En hoe moeilijk dat ook is. Je moet nu gaan kiezen. Ja. Wil ik inderdaad die kant op? Ja. Of wil ik niet die kant op? Dat is en echt dat wel zal nu. Je echt in alle komende verkiezingen. Ja. Eerstvolgende verkiezingen, Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Wordt heel belangrijk. Wat gaan we doen met z'n allen? En Europa wordt heel belangrijk. Ja. Komt die klimaatwet er? En wat wordt de rol van kernenergie in het verhaal? Want hè, de groenste partijen wijzen kernenergie af. Dus dat is de enige oplossing die we eigenlijk hebben. Of de echte serieuze oplossing die we hebben. En die wordt afgewezen door de mensen die het hardst roepen dat er een klimaatnoodtoestand is. Ja, dat is voor mij ook echt een van de belangrijkste thema's voor de komende jaren. Is het ook. En ik zeg altijd, weet je, dat wij hier het winnende geluid hebben. En dat we aan het winnen zijn. Maar dat betekent niet. Ik zeg ook tegelijkertijd, de komende paar jaar krijgen we heel veel over ons heen. Ja. Heel veel, ik denk omdat er toch een paniek is. Ja. Van steeds meer en meer wakker wordende mensen. Ja. En de mensen die waarvoor het allemaal zo lekker ging. Proberen echt de middelen die ze hebben en die ze kunnen bespelen om nog even alles erin te gooien. Ja. En dat krijgen we over ons heen. Dat heb ik dit jaar al gemerkt. Want ik heb op mijn persoonlijke website heb ik echt een DDoS aanval gehad. Dus ja. Mijn site werd plat gegooid. Toen ik met dat rapport over die hittegolven van het KNMI kwam, werd mijn site plat gegooid. En onlangs is de bankrekening van Clintel leeggehaald. Ook via een of andere soort hackerachtige operatie. Ja. En dat geld konden we uiteindelijk wel weer terughalen. Maar dat was ook een signaal. En dat was de dag nadat wij die sessie in het Europees Parlement hadden. Echt waar. En dat leert mij ook. Ja, ik bedoel, ik ben zo lang naïef geweest. Maar ik ben nu steeds minder naïef. Ik bedoel, het is echt serieus. Het gebeurt echt. Het is echt een serieuze. Het is een serieuze propagandaoorlog. En dat betekent dus ook dat als je in die oorlog verzeild raakt, dat je niet naïef moet zijn. Nee, je kunt niet naïef zijn in deze strijd. Nee. Het gaat niet langer om waarheidsvinding. Het gaat om een agenda
die uitgerold moet worden, koste wat moet kost. Worden. En ja, als je daar tegen bent, en ik ben daar tegen, want ik zie daar niets dan ellende van komen van die agenda. Dan, ja, dan zal je dus het spel serieus in moeten gaan. En je zal er rekening mee moeten houden dat het een propagandaoorlog is. En dat gaan we doen. Heel goed. En ik heb zelf dat gevoel ook. En ik heb zelfs zoiets van, ja, je kan wel net doen of het niet zo is. Maar wegkijken heeft toch helemaal geen zin meer. En ik zou het niet eens meer kunnen. Dus het resultaat is gewoon door. Ja. En ja, er staat heel wat op het spel. Heel veel. Ja. Optimistisch, maar wel realistisch. En... maar het is wel de waarheid. Het is wel de waarheid. En dat gaat winnen. Ben ik van overtuigd? Ik ook. Nog steeds, ja. Dat hoop ik. Nee, jij hoopt het. Ik weet het. Ik weet het. Jij hoopt het, Vroeg of laat gaat het op. Vroeg of laat gaat het op. Maken wij het nog mee? Marcel. Cheers. Op een goed 2020. Ja. Leuk dat je er was. Oké. Ongelooflijk. Wat een conversatie. Goed. Maar geloof me. Marcel hoopt het, ik weet het. We zijn aan de binnenkant. Echte geluid krijg je ook alleen hier.